Op 27 februari was de eerste coronavirusbesmetting een feit in Nederland. Hier in Tilburg was een patiënt in isolatie. Er zijn heel veel dingen gebeurd de afgelopen 6 maanden. En nu is het 19 september en zijn we terug in Tilburg om de balans op te maken. De tussenbalans, hoe heeft de coronacrisis onze maatschappij en onze samenleving veranderd? Dat doen we naar aanleiding van dit boek, The New Common, How the COVID-19 Pandemic is Transforming Society. Een boek waaraan 50 Tilburgse wetenschappers hebben meegewerkt. En met een aantal van die wetenschappers van Tilburg University gaan wij vandaag het gesprek aan. Samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, vanuit de overheid en maatschappelijke organisaties. Live vanuit de Lokhal nodigen we u van harte uit om mee op zoek te gaan naar dat nieuwe samen. Welkom bij het stadsdebat The New Common. Welkom, dames en heren, hier aan tafel. Twee initiatiefnemers van het boek The New Common. Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie. En Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt. En kijk daar, Theo Weterings, van harte welkom. Burgemeester van de stad Tilburg. En Chantal Vergouw, van harte welkom. Directievoorzitter van Interpolis. Goed, de eerste vraag is voor een van de initiatiefnemers, voor Margriet Sitskoorn. Waren de reacties van wetenschappers direct enthousiast toen dit idee werd geopperd? Eigenlijk wel. Meteen enthousiast. Mensen moesten natuurlijk wel even nadenken van waar wil ik het over hebben. Kost het me heel veel tijd, want het was ook gewoon zomervakantie. Maar eigenlijk was iedereen onverdeeld enthousiast. Ja. En wat was precies de aanleiding of het moment dat dit idee is ontstaan? Nou, het idee is ontstaan samen met Emiel Aerts en met Hein Fleuren. Omdat we op een gegeven moment door hadden dat er gebeurde heel veel, er werd heel veel besloten, maar er gebeurde ook veel niet. En ook heel veel beslissingen die genomen werden, hadden ook eigenlijk neveneffecten. En toen dachten we vanuit de universiteit, Tilburg University, zijn wij eigenlijk gespecialiseerd in allerlei belangrijke dingen voor de maatschappij. En onze faculteiten, als je kijkt naar law, economics, social science, humanities, maar ook theologie, dat zijn allemaal faculteiten die zich bezighouden met kwaliteit van leven, zou je kunnen zeggen. En vanuit die gedachte zijn we begonnen te werken aan dit boek. Ja. Ton Wildhagen, wat is een common? Een common is een Engels woord met heel veel betekenissen. Een van de betekenissen is eigenlijk heel simpel. Een soort gemeenschappelijk veldje achter de huizen. Dus iets wat je samen kan benutten, waar je iets kan doen. Maar je ziet het in allerlei betekenissen. Dus het betekent eigenlijk ook gewoon, common people, de gewone mens. Waar we het eigenlijk ook voor doen, dit hele project. Dus we hebben wat gespeeld met dat idee. En we weten ook dat er in Toronto een new common is. En het is een soort buurtcentrum. Daar gaan we het boek ook nog naartoe sturen. Dat zou ik dan inderdaad zeker doen. Maar de verwarring met het nieuwe normaal ligt wel op de loer. Want dat is toch echt iets anders? Ja, dat vinden wij wel. Het nieuwe normaal is in de ogen van veel mensen eigenlijk iets wat je moet accepteren terwijl je het eigenlijk niet wilt. Dat is ook met de 1,5 meter samenleving die we nu hier ook natuurlijk terecht in stand houden. Maar het is eigenlijk het idee van, ja, je moet maar gewoon kunnen omgaan met de beperkingen die dat nieuwe normaal met zich brengt. En wij willen eigenlijk vooral de nadruk leggen op het nieuwe samen, omdat je ziet dat deze crisis het gebruikelijke samen enorm van invloed daarop is. Dus wij zoeken naar een positief perspectief, kijken verder naar een nieuw samen, niet naar het accepteren alleen van wat niet kan op dit moment. Ja. En met dit boek en met die essays, die wetenschappelijke bijdragers van 50 van de collega's, wil je dus echt een beweging op gang brengen om met elkaar te zoeken naar de definitie en de uitvoering van dat nieuwe samen. Ja, dus een denk- en een doeprogramma. Wat we vooral willen doen is bijdragen aan handelingsperspectief voor mensen en de maatschappij. En wat kunnen we de komende tijd doen op al die terreinen die in het boek ook beschreven worden en die ook van deze middag aan tafel worden besproken. Het is het creëren van een handelingsperspectief, dus dat vergt natuurlijk ook onderzoek. We gaan het zeker ook met studenten verder ontwikkelen, ook in het onderwijs. Maar het vergt ook dat je dus met z'n allen dus gaat kijken van hoe kan je dit soort ideeën ook in de samenleving echt gewoon verder hanteerbaar maken. Ja, ja, je noemde net al even de positieve grondtoon die in het boek duidelijk herkenbaar is. Is dat een bewuste keuze geweest om ondanks de negativiteit en de crisis om juist voor een positief geluid te kiezen? Het is zeker dat we vooral aan het zoeken zijn naar hoe kan alles beter worden.
Hè? Ja. Hoe hebben we toekomst met z'n allen? Ik denk dat dat wel het belangrijkste is van het boek. Dus niet alleen, dat betekent niet dat we ontkennen wat er is en ook wat er negatief is, wat er niet goed gaat. Ja. Maar we willen naar iets beters met z'n allen, dus ja, zeker. Ja. Ja. Heb je misschien een voorbeeld vanuit je eigen expertise, klinische neuropsychologie, waarin je zegt, dat is nou een mooi voorbeeld van de new common of van die, die definitie? Nou, niet iets van wat er al is, hè, want het meeste moet gewoon ontwikkeld worden. Maar wat we zien is dat door wat er nu allemaal gebeurt, dat we een nieuwe sociale interactie moeten aangaan met elkaar. Nieuwe vormen van werk met elkaar aan moeten gaan. Op enorme zelfstandigheid. Er wordt een enorm beroep gedaan op ons eigen vermogen om het juiste te doen. En dat zijn dingen die je vanuit de neuropsychologie gezien heel goed kunt ontwikkelen. Die hebben te maken met bepaalde gebieden in de hersenen. Gebieden die, als ik dan helemaal uit mijn expertise spreek, dat is neuroplasticiteit van de hersenen. Dus hoe ontwikkel je de hersenen om zo goed mogelijk te functioneren? Nou, je kunt die netwerken met name in dit gebied ontwikkelen. En dat is iets wat echt in de new common past. Okay. Hersengymnastiek, even voor de common. Ja, goed. Ja. Laten we het zo vertaald. Maar even noemen. Ja, ja, ja. Hersengymnastiek. Zeg, Ton, nu is dat even een mooi moment in deze talkshow. Want de burgemeester en de directievoorzitter van Interpol, Chantal van Gouw, zijn bereid gevonden om het eerste boek te aanvaarden. Dat is normaal in de voor-coronatijd deden we dat dan met grote handdrukken en tralala daaromheen. Nu ligt het gewoon al voor de neuzen. Hè? We hebben het allemaal al eigenlijk gekregen. Maar met welke woorden zou je het toch willen aanbieden? Nou, we willen het graag aanbieden. We doen dit overigens ook met de doktersbil op de universiteiten. Die ligt ook gewoon op een soort kubus. En dan word je dokter en je pakt je eigen bil en je gaat naar huis. Hè. Dus dat is het even het nieuwe normaal op dit moment. En we willen het graag aanbieden aan vertegenwoordigers van wat wij zien als de overheid, het publieke domein en het bedrijfsleven, het private domein. En we vinden het heel belangrijk dat we met die domeinen verder kunnen werken aan deze ontwikkeling. En het is ook een soort test. Hè. We willen ook vandaag zien, kan het publieke domein in deze ongekende crisis, kan het private domein hiermee uit de voeten? En wat zijn de eigen ideeën? Dus dat is de reden, hè, om jullie te vragen om het niet aan te nemen, maar om het op te pakken en inderdaad mee naar huis te nemen straks. Ja, ja. Gaan we doen. Nou, Theo Weterings, dat is mooi. Stel ik mij zo voor. Wat is uw reactie? Dank. Dank ook aan de universiteit en de wetenschappers van een universiteit die excelleert in mens- en maatschappijwetenschappen, om dat ook zo op te pakken. Ik vind het een knappe prestatie dat binnen een half jaar deze bijdragen geleverd worden. Waarnemingen van wat men ziet veranderen en wat er mogelijk in de toekomst ook nog aan kansen zijn om veranderingen door te zetten. En ik denk dat zowel het bedrijfsleven als de overheid er behoefte aan hebben dat de wetenschap meedenkt. En dat bij de zoektocht hoe dat we in de new common niet alleen ons verzetten tegen veranderingen waar we mogelijk alleen de nadelen van zien, maar dat we het ook mee om weten te buigen naar welke nieuwe kansen geeft die nieuwe samenleving die zich echt ontwikkelt ook door deze gezondheidscrisis. Ja. Wat kunnen we daarmee doen? Meneer Weterings, hoe gaat het eigenlijk met de stad? Ja, het gaat op zich goed met de stad, maar we zien dat mensen blijven worstelen met al die maatregelen die gelden. En zoals ook de minister-president gisteren zei, het gaat eigenlijk niet om die maatregelen, het gaat om ons gedrag. Als wij echt dat virus in bedwang willen houden totdat het vaccin er is, want dat is de echte oplossing, dan zullen we met gedrag, ieder voor zich, ook zoals we hier zitten, op die anderhalve meter moeten blijven. En dat is natuurlijk iets tegennatuurlijks. Dat past niet in ook het sociale leven in de stad. Dat past niet bij jongere studenten die in Tilburg komen met de mooiste ambities natuurlijk om daar te gaan studeren. En toch moeten we die boodschap blijven brengen. En waar ik benieuwd naar ben, en ik weet zeker dat daar ook wetenschappers bijdrage aan kunnen leveren, hoe lang houd je dat vol? Wat moet je doen? Wat kunnen we ook blijven doen als overheid om die boodschap te blijven brengen zonder dat het vervelend wordt of dat het alleen maar een boodschap is, daar heb je ze weer en ze snappen het toch niet. Die tegenstelling zie je ontstaan en dat zien we natuurlijk ook in onze stad ontstaan. En dat is de grootste uitdaging.
ja, we zeggen halverwege of het is een tussenbalans. Nou ja, dat zou al hoopvol zijn, want dat betekent dat het over een jaar voorbij is. Maar zelfs dat weten we niet. Mm-hmm. En daarom is het ook een zaak van lange adem en blijft ook voor ons, ook als vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en verantwoordelijk voor die veiligheid in de gezondheidscrisis, het heel belangrijk om steun te blijven ervaren en uitleg te kunnen blijven geven bij de maatregelen die nodig zijn. En als de wetenschap meedenkt en als we vanuit hun ervaringen en kennis de beste praktijken mee kunnen krijgen om die lange weg die we nog te gaan hebben beter te bewandelen, ja, dat is goed voor de samenleving. Okay. Van het niveau van de stad gaan we naar het niveau van de organisatie. Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis. Een organisatie die bekend staat om de snelheid waarmee ze het nieuwe werken hebben onder de knie gekregen. Is dat een voordeel geweest in de afgelopen tijd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij 20 jaar geleden al het nieuwe werken, zo heette dat toen, konden omarmen. Dat was toen heel onconventioneel. Maar dat ging eigenlijk al uit van vertrouwen. En dat is nu eigenlijk de basis waarop we zijn gaan samenwerken. Dus mensen zijn thuis komen te zitten. En de traditionele baas, leidinggevende, manager was altijd gewend om te kijken naar zijn mensen. En als ze fysiek aanwezig waren, dan gingen we ervan uit dat ze aan het werk waren. Dus het geeft een hele nieuwe situatie dat mensen thuis zijn en niet altijd iedere dag memo's of hele daadwerkelijke output opleveren. En er toch vertrouwen in hebben dat ze met alle taken die er nog bij komen van thuis zijn, de kinderen en de hele fluïde situatie dat je partner ineens je collega is geworden bijna. Ja. Om daar een nieuwe manier van vertrouwen te creëren tussen collega's, draagt iedereen wel evenveel bij aan het teamdoel. De leidinggevende, zijn mijn mensen wel aan het werk? Dat heeft Interpolis zeker 20 jaar geleden al, nou ja, laten we zeggen, geïncorporeerd. Maar het komt nu wel even een aantal versnellingetjes dichterbij. Dus ook wij zijn zoekende en ervaren echt bij medewerkers echt wel depressieve gevoelens, onrust, veel onzekerheid. En wat ik zo mooi vind aan deze beweging eigenlijk is dat, en dat probeer ik eigenlijk sinds ik ook hiervan op de hoogte ben gebracht, ook echt al te incorporeren in mijn communicatie naar mensen, is dat we dus niet teruggaan. Het is geen restart, het is een reset. En we willen ook geen restart. Want laten we zeggen, dat was ook een context waarin er heel veel dingen zijn gebeurd die ook mede aanstichter zijn van waar we nu met elkaar staan. Dus de vraag is, wat is dat nieuwe lonkende perspectief? En wat is, wij zijn ook een coöperatief bedrijf, hè? Dus wat is jouw rol als individu? En de discipline die je moet voeren voor jezelf, maar ook voor het collectief. Ja. En welk deel heb je nou over voor je team? En wat heb jij nou nodig als individu? Dat zijn twee verschillende dingen. En daar proberen we dus nu echt een start mee te maken. En ik ben reuze nieuwsgierig naar hoe wij verder kunnen leren van het onderzoek van de wetenschap. Hoe wij als leiders van het bedrijf mensen kunnen helpen om deze nieuwe situatie te omarmen als vooruitgang. Ja. Ja. Ton, de burgemeester zei het net ook al, van we weten helemaal niet waar we staan, hè, in deze crisis. Zijn we halverwege, zijn we over de helft, zijn we nog niet eens begonnen. Het zal blijken. Dat is wel interessant ook vanuit de wetenschap, hè? Want eigenlijk toon je ook best moed als wetenschapper om, terwijl we nog in die storm zitten, al te beschrijven wat je ziet. Wetende dat over een half jaar je misschien terug moet komen op je eigen wetenschappelijke woorden. Ja, en dat staat zelfs ook in het boek, hè? Het is een ongekende crisis. Dus het kan heel goed zijn dat deze bijdragen over een half jaar of een jaar eigenlijk alweer gedateerd zijn. En daarom is het ook een programma, niet alleen een eenmalig boek. Maar het is zo. Het is een ongekende crisis. Wij kennen deze crisis niet in onze moderne tijd. In feite, Chantal zegt het ook, het is een ecologische crisis die zich vertaalt in een gezondheidscrisis, die zich vertaalt in een economische crisis, die zich vertaalt in een sociale crisis en zelfs in een individuele crisis. En dat is ongekend. Dat lijkt helemaal niet op de financiële crisis van 2008-2014. Dus we hebben inderdaad een moment opname, een moment analyse. En wij gaan ook zeker ook daarmee door, omdat dit niet een afanalyse kan zijn en nu hebben we het bekeken en nu kunnen jullie erop doorbouwen. Dat is het niet. Ja. Heel goed. Ik was nog heel even benieuwd bij Chantal, het verhaal van de reset is mij bij blijven hangen. Kun je een voorbeeld geven hoe dat zich uit bij Interpolis? Wat is een voorbeeld van zo'n reset? Nou, een van de dingen die ik in ieder geval niet gewend was, is om via Teams in dit geval te praten met grote groepen mensen. En dat leidt ertoe dat ik bijvoorbeeld de medewerkersbijeenkomst doe. En dan, ik voel mij soms een webcam girl. Ik zet dan een computer aan. Ik hoor niemand, want iedereen staat op mute. En dan moet je mensen inspireren.
En ik dacht, ja, wat is eigenlijk het verschil met op een podium staan? Nou, het is zonder spiritueel de insteek te willen nemen. Er is iets van energieoverdracht, nu, die er niet is als je tegen een computer praat. Ja, dus mensen, de sociale cohesie in een team tot stand brengen, vraagt echt hele nieuwe vaardigheden. En ik ben dus echt aan het experimenteren. En dat gaat met vallen en opstaan. Ja. 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 Zoals bij iedereen. Ja. Zoals bij iedereen, gelukkig. Ja, ja, dat is dan een troostrijke gedachte. Ja, ja. Ja, het is echt een hele nieuwe situatie. Ja. Ik heb nog een vraag ook voor de burgemeester Theo Weterings. Zien we in Tilburg al contouren ontstaan van de New Common? Is er een voorbeeld waar u direct aan moet denken als we het over de New Common hebben? Nou, als ik denk aan de New Common, dan hoop ik dat we met elkaar kunnen vasthouden datgene wat zeker ook die eerste maanden zichtbaar was, dat mensen met elkaar naar praktische oplossingen zoeken door de omstandigheden gedwongen. En toen hadden we met forsere maatregelen de intelligente lockdown te maken. Maar die initiatieven van de eerste maanden, waarvan er een aantal nog gewoon doorlopen. En waar ook de discussie is van, kunnen die onderdeel zijn van wat eigenlijk de nieuwe Tilburgse samenleving of de stedelijke samenleving kan zijn. Die moeten we zien vast te houden. Bijvoorbeeld de manier waarop ook studenten betrokken zijn bij initiatieven om mensen die moeilijk uit huis kunnen gaan of willen gaan, toch een maaltijd bezorgd krijgen. De initiatieven die er zijn om met bedrijven te spreken over wat kunnen we doen als mensen meer thuis blijven werken. We zien de herinrichting van de stad die nodig is, op basis van concrete maatregelen. Fietsers en voetgangers moeten eigenlijk ook op 1,5 meter afstand blijven. Moet je kijken wat dat aan verandering heeft gebracht. Willen we die behouden? Ja, welke bijdrage kunt u als burgemeester hier aan leveren? Opdat we dit vasthouden, dat wat u als goed nu duidt. Nou, dat het gesprek daarover gaat. En dat werkt door, want dat zijn vraagstukken die ook in de gemeenteraad aan de orde komen. Het levert ineens ook andere perspectieven op. Van of dat nou gaat over mobiliteit of om de sociale initiatieven. Waarbij mensen zeggen van, maar dit is toch eigenlijk datgene wat een verrijking oplevert voor de samenleving. Dat willen we behouden. En als dat een reset mag heten in slecht Tilburgs, dan moeten we dat vooral doen. En dat zijn wel de initiatieven waar ik ook merk dat de politiek, dat er in het gemeentebestuur over gesproken wordt. Goed, nog misschien een reactie van Margriet Siskoorn hierop, ook als we kijken naar de hersengymnastiek bijvoorbeeld, die van ons wordt gevraagd nu ook. Het vraagt veel flexibiliteit van iedereen. Colleges zullen ook online gaan. Is het dan herkenbaar, dat webcamverhaal? Heel erg herkenbaar dat, maar ook van hoe houden we iedereen bij het gedrag wat nodig is, terwijl je ook nog gelukkig bent. En wat je ziet in de hersenen is dat bepaalde dingen zoals saamhorigheid of vertrouwen, waar je het over had, dat die eigenlijk een systeem in de hersenen prikkelen waardoor je gelukkig voelt. Het genotsysteem en het gelukssysteem. En dat is veel moeilijker te prikkelen als je niet bij elkaar bent. We moeten elkaar opnieuw leren lezen bijvoorbeeld. Als je iemand iets vertelt en we zijn in gesprek met elkaar, dan zie je in de hersenen dat die op een bepaalde manier synchroniseren. Ik zal het niet helemaal uitleggen, maar het komt erop neer dat we op eenzelfde letterlijk golflengte komen. En dat is veel moeilijker als je de ander niet ziet. Dus dat moeten we allemaal opnieuw gaan uitvinden. En daar zijn, wat we nu doen, is daar toch iets te beperkt voor. Daar moeten echt nieuwe dingen bij komen. Het is wel leuk wat je zegt. En die spiegelneuronen volgens mij, dat je ook aan elkaar aanpast. Het vraagt ook om nieuwe regels. Want wij zijn bijvoorbeeld gewend, omdat de verbinding, die houdt het supergoed. Tegelijkertijd vraag je soms om iedereen opnieuw te gaan en ook even hun aan camera uit te zetten. Maar doordat de camera uitstaat, heb je dus helemaal geen gevoel, omdat of maar 6 mensen in beeld zijn of helemaal niet in beeld, kun je dus ook niet spiegelen en kun je dus ook niet uitlezen of hoe iemand eraan toe is. En ook de andere kant, op het moment dat je jezelf mute en nog meer de camera uitzet, voel je je direct minder betrokken met wat daar gebeurt. Ja. En dat lijkt eenvoudig, want daardoor kan je even naar het toilet of een kopje thee halen. Ja. Maar daardoor ben je, of even stoffen, een beetje stoffen. Maar daardoor ben je niet betrokken. Als je een gezelschap hebt en als je een raadsvergadering zit, de sfeer kunnen proeven, de reactie die ook in de zaal zichtbaar is, wat niet in een teamsvergadering zichtbaar is, daar een alternatief voor vinden. Nou, dat is heel bijzonder om het daarover te kunnen hebben. Daar zouden we 2 jaar geleden het helemaal niet met elkaar over hebben. Ja, misschien in de wetenschap wel. Maar in de effecten, wat dat betekent, ook voor vergaderingen van het openbaar bestuur of bijeenkomsten in de buurt, waarbij je met buurtbewoners spreekt over wat er bij hen leeft.
ja, we nodigen ze nu uit om in te spreken via het scherm. Dat zijn toch andere interacties. Ja, en dat kan wel. We kunnen daarin veranderen op een andere manier. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat andere insprekers die anders niet zouden komen, dat die nu juist de mogelijkheid krijgen om het toch weer positief te eindigen, dit eerste gesprek. We zijn al door de tijd heen, dus we gaan dit gesprek helaas voor nu ook muten. Dank allen voor jullie bijdrage aan dit gesprek. En hopelijk gaat dit gesprek en de thema's die we hebben aangestipt nog verder. We hebben namelijk nog 4 blokken voor alle kijkers thuis en hier in de lokhal. We gaan straks eerst het hebben over generaties. Vervolgens gaan we het hebben over gezondheid, digitale transformatie en tot slot participatie. En als slotakkoord zien we Margriet en Ton nog heel even terug met een terugblik op de discussies. Hartelijk dank allemaal. Ik ga Simone vragen om de eerste wetenschappers erbij te halen. En we doen dat elke keer vanaf het staapodium, zodat we hier dus de dwelpauze kunnen houden. Simone, introduceer ons de wetenschappers. Jazeker, ik ga naar ze toe. Ja, zeg, van harte welkom, dames. We staan er hier mooi bij, de opening van het eerste blok generaties. We kunnen stellen, denk ik, dat als corona iets zichtbaar heeft gemaakt, zijn het wel de scheidslijnen in onze samenleving, in onze maatschappij. Scheidslijnen tussen mensen, de meer kwetsbaren en de meer zelfredzame. Scheidingen tussen generaties. We hebben de kwetsbare ouderen, de chronisch zieken, door sommigen aangeduid als doorhoud. En aan de andere kant de jongeren die werkelijk gehinderd worden in hun ontwikkeling omwille van die lockdown. En studenten die, ja, ze voelen het niet, dus ze voelen ook eigenlijk niet eens dat ze de regels aan hun laars lappen. Al dat soort scheidingen zijn duidelijk. En wat is het fijn dat jullie hier beide een bijdrage over hebben geleverd in het boek. Loes Keizers, Associate Professor Ontwikkelingspsychologie, en Robin Piers, Associate Professor Databescherming en Privacy. Loes Keizers, de adolescent, dat is waar uw verhandeling specifiek over gaat. Heel specifiek wordt de adolescent geraakt door de crisis. Maar hoe kunnen we dan er toch met elkaar voor zorgen dat we in de ontwikkelingsbehoeften blijven voorzien? Ja, dankjewel voor de introductie. Ik denk inderdaad dat we heel zorgvuldig om moeten gaan met de adolescenten. 12 tot 25-jarigen. De jongeren, de studenten ook aan onze eigen universiteit, aan andere universiteiten, hogescholen, mbo's. Als je kijkt naar die belangrijke levensfase, hier wordt het fundament gelegd voor de rest van je leven. En wij volwassenen hier onder elkaar, wij zijn allemaal afhankelijk van deze generatie. So they better be good to us. Dus laten we ervoor zorgen dat zij nu de optimale kansen krijgen om te ontwikkelen. Nou, wat hebben jongeren nodig om te ontwikkelen? Dan zijn er een paar dingen. Een beetje ruimte van hun ouders. Dus niet dat je de hele tijd bij elkaar op de lip zit. Goed onderwijs met betrokken docenten. En vrienden en sociale contacten. En dat zijn nou precies 3 ingrediënten die we allemaal hebben afgepakt tijdens de lockdown. Dus mijn pleidooi zou zijn om heel goed te zorgen voor de toekomst. Voor leerlingen, voor studenten. En hen alle mogelijkheden te bieden om wel zelf te groeien. Om te leren gaan met stress. Om ruimte te geven voor ontwikkeling. En hoe we dat gaan doen, ik denk dat we dat aan de toekomst moeten vragen. Dus laten we samen met jonge mensen co-creëren wat die oplossingen zijn. Want zij weten wat zij nodig hebben om goed voor ons te kunnen zorgen straks en voor zichzelf. Wat een helder pleidooi. Dankjewel, Loes Keizers. Robin Piers, de dreiging van het coronavirus is niet voor iedereen hetzelfde. Maar wat zijn daar dan de gevolgen van? Ik zal in het Engels spreken, als ik mag. Of course, please. Ja, thank you. Yeah, I think this is a very important question. But I want to actually pose that it's not just the elderly, it's not just the infirm, it's not just the people with underlying conditions who are that vulnerable. It's actually all of us. So when we ask, what do we do for the vulnerable, we say, well, do we really want to say they should be staying at home and protecting themselves and looking out for themselves and going out in the morning for their early vegetables? But in fact, we're all vulnerable. And so what I suggest is that, you know, we're not only vulnerable to the virus, we're also vulnerable in multiple different ways to the virus. The persistence of the virus in our society exposes us to the risk of disease, the risk of depression, the risk of mental health illness, loss of a job, harms to society, harms to the economy. So this is a persistent problem, and we are all vulnerable in this. So
we have to think of the COVID-19, the vulnerability, the vulnerable, not as them, not as a set different from us. It's us. It's all of us. Exactly. At one point in life, we will all be as vulnerable. Precisely. As somebody else. Precisely. At some point, whether from infancy as a baby to old age with disease and disability in between, we are all vulnerable at some point in our lives. And well, with that approach, we need to think about what are some ways, can we develop ways to facilitate engagement in life in the new common? Are there things that we can do so that we can make it easier for us, that can facilitate and support our participation in life even as we enter the new common? Thank you so very much for your contribution, Robin. And I do invite you with Luz at our table. Please be seated. The clock. Goed, dan gaan wij het nu hebben in blok 2 over generaties. Dat doen wij met Lian Smits van Sterkhuis, bestuurder. Ja. Mensen zijn meer thuis. Jullie helpen met Sterkhuis mensen met bijvoorbeeld een zorgelijke thuissituatie, huiselijk geweld. Betekent het ook dat jullie meer meldingen daarvan krijgen, meer cliënten hebben? Nou, dat is op dit moment tekent dat zich nog niet heel expliciet af. Wat je wel begint te zien, is dat er meer aanmeldingen komen dan tijdens de echte eerste fase, de eerste lockdown. Het begint een beetje op gang te komen. En ja, weet je, wij hebben natuurlijk een bijzondere lockdown gehad, omdat wij eigenlijk helemaal niet dicht zijn gegaan. Omdat wij heel veel te maken hebben met kinderen en gezinnen, dat als wij zeggen, ja, maar wij gaan dicht, dat die kwetsbaarheid, en dan? Dus ja, ik ben heel blij ook met de gesprekken die we nu aan het voeren zijn. Want we hebben verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van kwetsbare gezinnen, kwetsbare kinderen. En natuurlijk hebben we heel erg de rekening gehouden met afstand houden. Maar we hebben vanaf dag 1 moeten zoeken naar hoe kunnen we hier dan ook invulling geven aan onze verantwoordelijkheid. Het begin van een new common. Oké. Ik ben benieuwd of de zoektocht ook wordt herkend door William Harris Duke. Je hebt een ouder die Amerikaans is en een Britse ouder. En je bent opgegroeid in Zuid-Limburg en nu studeer je Liberal Arts and Sciences in Tilburg. Mijn eerste vraag is, waarom Tilburg? Tilburg was meer een optie, omdat vroeger studeerde ik journalistiek. En journalistiek was de beste hier. Dus daarom bleef ik in Tilburg. Ik ben ook een beetje verliefd geworden op Tilburg, I guess. En toen deed ik Liberal Arts Sciences van HBO naar Unie. En wat mijn ouders betreft, momenteel is het best wel frustrerend. Want als international en ook als Nederlander kan ik niet naar Amerika, momenteel ook nog steeds niet. En naar Engeland gaan kan ik wel, maar als er een tweede golf komt, dan moet ik misschien weer terug. En dat is dus een heel groot risico om naar mijn land te gaan waar ik vandaan kom. Dus de nieuwe common voor mij is afwachten wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld de politieke veranderingen tussen allemaal landen. Ook gewoon dat ik mijn familie niet kan zien, bijvoorbeeld u spreekt heel veel met het stuk van Robin van... Loes trouwens. Je spreekt heel veel van stukken van... Ja, kijk, je mist grote momenten in je leven. Dat mis ik nu ook. Want ik kan bijvoorbeeld niet naar een bruiloft van mijn neef. Ik kan bijvoorbeeld ook niet naar een begrafenis komen, want dat is alleen maar frustrerend. Dus dat zie ik nu ook al. En ik kan me voorstellen dat heel veel internationale studenten dat ook nu hebben. En ik kan me voorstellen dat ook Nederlandse studenten, die ook gewoon die stap niet kunnen maken, ook heel moeilijk is. Ja. En wat zijn de gevolgen voor jou in jouw persoonlijk leven van het feit dat dat allemaal even nu niet kan? Ja, persoonlijk vind ik het gewoon heel frustrerend dat ik gewoon niet kan gaan. Gewoon mijn vrije wil is een beetje ontnomen. Maar dat is natuurlijk te snappen, want we zijn nu in een heel lastige situatie. Maar het is gewoon vooral inzien wat de toekomst is. Want de vraag ook hier bij Generations, wat is de toekomst? Daar kan ik geen antwoord op geven. En dat onzekerheid, zeker als jonge persoon, merk ik nu al. En dat merken alle studenten. Ik ben niet de enige die dat merkt. Wij merken allemaal heel erg dat er onduidelijkheid, onzekerheid is in onze toekomst. Ja. Je bent ook voor fractie SAM actief. Dat is een medezeggenschapsorgaan. En studenten die bemoeien zich actief met het beleid. Jij bent specifiek dan gericht op de internationale studenten. Dat verbaast me nu ook weinig. Snap ik. Maar wat zie je voor een trend daar? Zijn de internationale studenten vooral naar huis gegaan? Of zijn ze hier en zitten ze op hun kamer te zoomen en te teamsen?
Wat is de situatie die jij meekrijgt? Wat ik meekrijg nu vooral is dat bijvoorbeeld exchange studenten, dat wordt heel erg minder. Bijvoorbeeld Nederlanders gaan minder naar het buitenland voor een semester en er komen heel veel minder mensen naar ons. Dus dat al is een kennis verloren. Aangezien internationals, we kijken natuurlijk wel internationals, maar dat is nu wel dichter bij de thuis. Bijvoorbeeld, ik zal niemand iemand hebben van Australië, Nieuw-Zeeland of Amerika, want dat is nu gewoon te ver van de deur. Dus ze hebben heel weinig variatie. En dat is ook bijvoorbeeld de variatie voor Nederlanders is ook veel moeilijker. Dus dat merken we nu ook al. En hoe wij daar tegenaan gaan als bijvoorbeeld fractie SAM, is het bijvoorbeeld promoten dat er nog internationals kunnen komen. En het gewoon zo makkelijk mogelijk maken, ook onder corona, om goed onderwijs te geven. Ja. Lian, Robin was stating that at one point in life we all will be very vulnerable. Yes. Nou, is het nu zo in de praktijk dat er steeds grotere kwetsbare groepen die je eerst niet als kwetsbaar typeerde, dat je die nu wel als kwetsbaar typeert? Nou, ik denk dat de kwetsbaarheid veel duidelijker wordt. Met name de kinderen die bijvoorbeeld in een gezin wonen waar het veel moeilijker is om ondersteuning te geven bij thuisonderwijs. Of waar je veel meer aangewezen bent voor een gezonde ontwikkeling, dat jouw school open is of dat het kinderdagverblijf open is. Het is een veel, de kansarmheid of het minder kans hebben wordt veel explicieter. En dat is natuurlijk ook wel iets wat duidelijker is geworden in de afgelopen tijd. En ik denk dat we daar echt ons heel goed toe moeten verhouden. Want we gaan nog een tijd lang rekening moeten houden met dat we op een andere manier met ontwikkeling bezig moeten zijn. En dan denk ik dat het dus belangrijk is om daar nieuwe vormen voor te vinden, hoe we die stevig kunnen maken. En ik ben meteen gaan nadenken over jouw opmerking. Laten we nou zorgen dat de huidige generaties goede generaties worden. Want ze zijn heel belangrijk voor ons allemaal voor de toekomst. En dat geldt denk ik zowel ten aanzien waar het gaat van de kwetsbaarheid van kinderen en onderwijs, maar het gaat ook over het verhaal wat jij vertelt. Want ook jonge mensen, jonge professionals, studenten ontwikkelen ook op een heel andere manier. Terwijl ik, het is algemeen bekend en ook heel veel onderzoek naar gedaan. Je wordt wijs en groot en je leert ook door contact met andere mensen, met andere jonge mensen. En ja, weet je, dat geldt zowel voor de jongeren die wij natuurlijk kennen, die het wel wat lastiger hebben. Maar het geldt ook gewoon voor jou en voor mijn zoon die een jonge professional is, die zegt, goh, het werk is echt zo anders. Ja, en we moeten toch zorgen dat we daar iets naast gaan zetten, lijkt me. Mm-hmm. Helder. Ja, generatie gaat natuurlijk ook over jongeren en ouderen. Dus als je naar de media kijkt, dan wordt er natuurlijk heel vaak ook laatdunkend gesproken over de jongeren en met name de studenten. Stoor jij je aan dat beeld? Soms wel, als ik eerlijk mag zijn. Want ik vind vooral frustrerend dat zegt, ja, we moeten uit elkaar blijven en dat allemaal. Ik snap het wel. En ik denk dat elke jongere dat ook snapt waarom het belangrijk is. Maar bijvoorbeeld, zoals zij, social interaction is heel belangrijk. Face-to-face moet er zijn. Anders worden wij gewoon, ja, dan de kans voor anxiety en depression is gewoon groter. Dat is ook bewezen. Dus wij moeten wel sociaal zijn. En in de context van bijvoorbeeld het steeds strenger maken van de regelingen, bijvoorbeeld niet naar bars gaan of niet allemaal, is misschien een beetje verkeerd. Want dan gaan jongeren nog steeds elkaar opzoeken, maar dan niet in gecontroleerde settings. Bijvoorbeeld denk maar aan illegale huisfeesten. Denk maar aan bijvoorbeeld een allemaal verzamelen in parken, dat gewoon ook niet nodig is. Ik zal denken dat bijvoorbeeld, kijk naar de maatregelen die we nu hebben, probeer eraan te werken dat mensen nog steeds bij elkaar kunnen komen. Want dat is nog steeds heel belangrijk. Want als we dat verliezen weer, als we weer in lockdown gaan, dan zijn er nog steeds heel veel huishoudens bijvoorbeeld waar heel veel ruzies ontstaan. Je mist je sociale interactie. Dat komt alleen maar terug. Dus ik denk niet dat we streng op de jongeren moeten zijn. We moeten juist met hem meepraten en meewerken. Ja. Ik heb nog één vraag daarover, want je zei net ook dat offline dus die interacties en de diversiteit terugloopt. Maar je zou ook er tegenover kunnen stellen, als de new common perspectief, en als je die bril opzet, dan kun je zeggen, ja, je kan nu ook tegelijkertijd in één semester online courses uit Hongkong en tegelijkertijd uit Brazilië en tegelijkertijd uit New York, die kun je allemaal in één semester volgen, want alles wordt online beschikbaar gesteld. Dus het biedt ook wel weer kansen om online meer diversiteit toe te laten.
Zie jij dat soort ontwikkelingen ook ontstaan of is dat nog te weinig? Dat zie je zeker ook. Bijvoorbeeld, er zijn ook natuurlijk positieve aspecten. Deze boek is ook heel positief, maar daar ben ik ook best wel blij mee. Want ik vind dat we echt moeten werken voor bijvoorbeeld betere verbindingen en zeker nationaal denken met digitalisatie. Bijvoorbeeld, ik weet dat Tilburg University al bezig is met bijvoorbeeld Engage EU. Tegen dat ze gewoon veel meer gaan samenwerken met unies in Europa. En ik hoop dat het gewoon steeds wordt verder uitgebreid. Want ik ben echt daar ook gewoon heel positief in. Maar natuurlijk, digitaal is goed en die kans moet er zijn. Maar ik vind ook dat je bijvoorbeeld de kansen moet terug kunnen komen als je gewoon fysiek ergens aanwezig bent. Bijvoorbeeld als je naar Hongkong gaat of Londen, dan ben je ook daarvoor de cultuur. En momenteel een online course biedt dat niet echt aan. Maar misschien moeten we ook in een... We hebben het over een intelligente lockdown. Maar misschien moeten we ook beter nog nadenken over een intelligente, sociale en ontwikkelingsgerichte lockdown. Want weet je, die twee punten zijn echt wel wat onderbelicht gebleven. En ik denk dat we moeten zoeken naar hoe je daar ook invulling aan kan geven. Bijvoorbeeld ook als werkgever. Onze mensen die zeiden ook op een gegeven moment, mogen we alsjeblieft ook elkaar weer zien. Want we hebben en ook voor ons werk nodig dat we met elkaar kunnen spreken. Ja. En je kan niet in je eentje bezig blijven met, als je complexe hulpverlening doet, dat kan niet alleen. Dus hoe vinden we het nette en het goede verantwoorde evenwicht? En ik begrijp heel goed dat we nieuwe vaardigheden en manieren van werken gaan ontwikkelen. En hoe kan dat evenwicht met wel ook contact mogen houden? En hoe kan je daar als werkgever ook een rol in spelen? Hoe kunnen we daar vorm geven? Ja, in de Zoomer, want dit is natuurlijk een hele mooie vraag. Maar heb je ook al een begin van een antwoord? Een voorbeeld waarvan je zegt, daar zijn we mee aan het experimenteren en het ziet er veelbelovend uit. Nou ja, eigenlijk op een aantal punten. Wij zijn bij Sterkhuis echt wel consequent bezig om een mix te vinden van werk thuis, maar werk ook samen. Dus in je planning van je kantoor en je ruimtes kun je ook die fysieke aanwezigheid echt wel vormgeven. En ik denk ook dat we heel gewoon gericht moeten kijken. Het is voor jonge mensen nog crucialer om elkaar te zien als voor mensen die al wat meer thuis en drukte thuis hebben. Ik denk ook dat we daar verschil in zouden mogen en moeten maken. Wij doen het in ieder geval wel. Omwille van de tijd gaan we dit blok besluiten, maar niet voordat ik heb gezegd dat ik denk dat het buitengewoon interessant zou zijn om natuurlijk de stukken van Robin en van Loes te lezen. En ook heel duidelijk in het pleidooi zojuist die drie belangrijke scharnierpunten in het leven van een adolescent waar we nu allemaal tekort aan doen, dat we met elkaar zoeken op basis ook van deze bijdragers in het boek. Dus dames en heren thuis, ga lezen en ga er het uwe van denken en probeer dat weer verder te brengen, dat we elkaar opzoeken. Om goed tot oplossingen te komen, want we moeten heel veel zaken echt opnieuw uitvinden. Heel goed. Nathan, ik ga jou vragen om naar de volgende ronde te gaan, want daar staan alweer twee wetenschappers klaar en dat wordt het thema gezondheid. Uiteraard, ik ga onderweg. Dank u wel. Ja, we hebben het net veel gehad over jongeren. Nu gaan we de scope iets verbreden en we houden de themalijn gezondheid in de gaten. Mentale en fysieke gezondheid vallen daaronder en die staat natuurlijk onder druk in tijden van corona. Welk inzicht uit de wetenschap moeten we nou meenemen om dat gesprek aan tafel naar een hoger niveau te tillen en om de new common beter te leren begrijpen? Naast mij staan Petri Embres, bijzonder hoogleraar met betrekking tot leven met een verstandelijke beperking, en Katrien Luijks, hoogleraar ouderenzorg. Petri, ik wil graag met jou beginnen. Welk inzicht zou jij mee willen geven als het gaat dus om de behandeling en de verzorging van mensen met een verstandelijke beperking? Nou, allereerst dank voor het initiatief om te komen tot dit boek. En ook als we het hebben over gezondheid, langdurige zorg en in mijn geval mensen met een verstandelijke beperking ook duidelijk heel even aandacht te geven. Er zijn in Nederland zo ongeveer 150.000 mensen met een verstandelijke beperking en ongeveer de helft daarvan is aangewezen op 24 uur zorg. Levenslang en levensbreed zijn ze afhankelijk van zorgprofessionals en ouders. En de impact van de COVID-19-pandemie is dus ook enorm geweest op deze doelgroep. Vanuit mijn academische werkplaats zijn we in de eerste periode van de lockdown gestart met een onderzoek. We hebben veel mensen met een lichte verstandelijke beperking, hun ouders en zorgprofessionals geïnterviewd, wekenlang. En we hebben dat allemaal geanalyseerd.
En natuurlijk kwamen ook bij deze mensen veel good practices, mooie innovaties aan de orde. Er was een enorme creativiteit, er was saamhorigheid onder zorgprofessionals, maar ook met hun managers en met allerlei ondersteunende diensten. Maar wat eigenlijk bovenal uit die verschillende interviews naar voren kwam, was dat de sociale relaties van deze doelgroep enorm onder druk staan. Dat betekent dat er angst is. Angst voor het onbekende, angst voor een pandemie die zeker deze groep mensen niet kan begrijpen. Angst voor besmetting. En de consequenties van allerlei maatregelen zijn enorm. Dagbestedingscentra zijn gesloten. Er was een verbod op bezoek. Ouders mochten niet meer naar een kind toe. Dat heeft er zelfs toe geleid dat er ouders zijn die hun volwassen zoon of dochter uit die 24-uursvoorzieningen weer naar huis hebben gehaald. Omdat ze bang waren, uit liefde voor hun kind. Maar ook omdat ze zich niet geconfronteerd wilden weten met maatregelen van overheid en van zorgorganisaties, dat ze hun kind misschien helemaal niet meer zouden kunnen zien. Dus als je het hebt over het nieuwkomen, dan denk ik dat die creativiteit van zorgprofessionals, die eigen verantwoordelijkheid, het doorontwikkelen van e-health, allerlei mogelijkheden, ook in deze sector, dat dat ontzettend belangrijk is. Maar vanuit een basis van gelijkwaardigheid en van een transparante en eerlijke dialoog met mensen met een beperking, met ouders en met zorgprofessionals, om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Dankjewel, Petri. We gaan daarmee over naar Katrien Luijks. Jij focust je op ouderenzorg. En ik ben benieuwd wat voor een rol die sociale relaties spelen bij ouderenzorg. Voor iedereen, ook voor ouderen, zijn sociale relaties ontzettend belangrijk. En als je naar het verpleeghuis kijkt, verpleeghuizen werden op een gegeven moment gewoon gesloten. En dat betekende dat ouderen in het verpleeghuis gewoon geen keuze hadden meer over wie ze zouden zien. Of ze iemand misschien wel of niet zouden aanraken, terwijl wij dat natuurlijk allemaal binnenshuis wel een keuze in hadden. Ik vind dat ontzettend schrijnend, zeker omdat in een verpleeghuis eigenlijk een sfeer van mensgerichte ouderenzorg zou moeten heersen, waarbij ouderen het leven kunnen leiden wat zij willen, eigen keuzes kunnen maken. Dat werd door deze maatregelen volledig doorkruist. Dus ik vind het heel belangrijk dat we in de toekomst het gesprek voeren met ouderen. Niet voor ouderen denken, maar vooral naar hun luisteren. Wat is voor hun belangrijk en wat is voor hun naasten belangrijk? En proberen om daarop te acteren. Dankjewel. We gaan aan tafel. Simone. Heel goed. Dank, beide wetenschappers. We houden even twee elementen vast voor het gesprek aan tafel. Die autonomie van mensen. Zie dat je de stem van een ieder van het individu blijft horen. Maar heb ook vooral oog voor het hele netwerk waar iemand zich in bevindt. En dat dat ook waarde blijft houden. En dat dat niet uitgespeeld wordt. Heel goed. Bij mij aan tafel, hartstikke leuk, Benjamin Langman, sportfysiotherapeut. Ja. Ook mede-directielid van het Sportmedisch Centrum in Tilburg. Klopt. Ik kan eigenlijk ook wel zeggen een beetje topsportfysiotherapeut, hè? Ja, dat mag je zeggen. Maar het is zowel topsport als breedtesport. Als breedtesport. Ja. Maar in die topsport, daar is niet zoveel gebeurd. Was er niet zoveel ook daarmee te behandelen? Jawel, natuurlijk. Er is altijd wat te behandelen. Vooral ook in de topsport, maar ook en nogmaals in de breedtesport ook. Alleen, als je dat bekijkt na toen we de lockdown hadden, dan moet je naar alternatieven kijken om te zien of te kijken hoe je die topsporters / breedsporters kan gaan helpen. Want we waren uiteindelijk genoodzaakt om alleen medisch noodzakelijke patiënten te zien. Dus dan moet je denken aan sporters of cliënten die net geopereerd waren. Die mochten we dan nog wel zien. Maar voor de rest moest iedereen buiten blijven, buiten de praktijk dan. En Petri had het net denk ik al over e-health. Als je kijkt naar de situatie waar wij in zaten voor corona, was dat e-health veel genoemd werd, maar er werd nog niet zo heel veel mee gedaan. Enerzijds qua vergoedingen, vanuit zorgverzekeraars, et cetera. Anderzijds vanuit de cliënt, de sporter zelf.
stond er nog niet helemaal voor open. En nu kom je opeens in zo'n situatie dat de cliënt niet anders meer kan eigenlijk. Dus het versnelt. En zorgverzekeraars versnellen daarin ook. En appbouwers ook. En dan opeens. Hoppakee, daar gaan we. Ja, maar precies. Opeens zijn er allerlei toepassingen waar we misschien van droomden of dachten het kan. En ja, het is al operationeel. Yes, ja, ja. We hebben één lege stoel naast jou. Ja. En dat is de stoel die eigenlijk bezet zou zijn door Bart Berde. Bart Berde, u weet het, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elisabeth II Stedenziekenhuis. Maar de hele drukke agenda heeft het toch op dit moment vandaag niet toegestaan om naar de Lokhal te komen. Maar als het goed is, best een spannend moment, is hij bij ons via Zoom. Bart Berde, ben je daar? Ik zei het is een spannend moment. Ja, volgens mij wel. Ja, wat goed. Wat ontzettend fijn dat u toch in de drukke... Ik kan jullie horen. Heel goed. En misschien zit er een vertraging, dus ik zal ook mijn tempo een beetje temperen. Fijn dat u bij ons bent, dat het toch op deze wijze lukt. Bart Berde, het is 27 februari geweest, hè, die eerste patiënt hier in Tilburg. Waarschijnlijk voelt het als de dag van gisteren. Vertel ons, die rollercoaster waar u sinds die dag in zit, hoe hard gaat die nog of staat die stil? Nou... Die staat helaas niet stil. We zijn door een hele bijzondere periode gegaan. Die is ook wel bij iedereen wel bekend. Maar we zijn nu weer toch echt op een enorme toename van patiënten in de ziekenhuizen. En dat is vaak het vervolg van wat in de maatschappij aan besmetting is. En in de laatste 6 dagen zien we een verdubbeling van de ziekenhuisopnames. En een verdubbeling van de IC-opnames. Dus wij zien langzamerhand ons alweer in de situatie van het begin van de crisis komen. Ja, bent u bezorgd? Ja, ik ben bezorgd. Want we hebben dit amper kunnen verteren. En dat is nog niet goed gelukt. Dat geldt voor zeker patiënten, voor cliënten, wat net ook is gezegd. Maar het geldt ook voor de medewerkers van de zorg. Die niet begrijpen waar ze nu tegenaan kijken. Meneer Berde, wij zoeken hier met elkaar, naar aanleiding van het verschijnen van het boek The New Common vandaag, naar een nieuw samen. Kun je vanuit hoofden van voorzitter van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis überhaupt in de situatie waarin u nu zit, verder kijken dan uw dagdagelijkse neus? En al echt op zoek naar die nieuwe horizon waar een nieuw samen wellicht het oude samen op een betere manier zal vervangen? Nou, dat wil ik wel proberen. Wat ik in de crisis heb gezien, is toch dat het thema solidariteit, het is net ook genoemd saamhorigheid, maar ook duidelijk compassie en jezelf wegcijferen, weg van het individu, weg van de dikke ik, dat toen erg gold. En dat is geleidelijk aan weggeëpt. Als je nu naar de bereidheid kijkt om maatregelen die bewezen effectief zijn ook te handhaven, je daarnaar te gedragen, zie je dat daar nu een spanningsveld aan ontstaan is. En dat het begrip solidariteit, saamhorigheid, wat ik zou willen scharen onder het New Common, dat gewoon nu controversieel is. En dat heel erg moeilijk is om dat vol te houden. En als je wat verder kijkt, ook na de coronacrisis, ook al duurt dat nog een hele tijd dat het virus onder ons is, dan zie je ook dat de schaarste in de zorg, waar we in de komende jaren steeds meer mee te maken krijgen, dat daar ook dit thema solidariteit, saamhorigheid met compassie van en voor het individu, inclusief jezelf wegcijferen, dat iets is wat ons enorm zou kunnen helpen bij het nemen van lastige beslissingen die eraan komen. Oké, en zegt u dan nu met zoveel woorden dat we eens opnieuw moeten ter discussie stellen of die autonomie van dat individu, waar het de groeps gaat, of we dat nog allemaal maar moeten accepteren? Ik denk dat de autonomie en het betrekken van patiënten, cliënten een heel groot goed is. Maar dat moet niet leiden tot consumentarisme en de gedachte dat meer beter is. Want het is gewoon zo gevoeglijk bekend. Er is zoveel ook onderzoek naar gedaan dat niet zo is. Maar dat vraagt wel van het individu zich ook onderdeel weten van een grotere gemeenschap. Hè. Bij schaarste, maar ook bij behandelingen die geen zin meer hebben om daar ook begrip voor te hebben. Ja. Daar zie ik wel echt een winst die veel meer is dan alleen het coronadomein. Ja. Benjamin Langman, herken je dit? Het individu versus de groep? Ja, ik herken dat wel. Als je kijkt naar de praktijk, probeer je ook
je ziet nu mondjesmaat ook dat, dat toch wel af en toe cliënten toch naar de praktijk komen. En je probeert overal rekening te houden. Hè, de neusverkoudheid, de koorts, et cetera, alles uit te vragen. En toch glipt er dan wel eens eentje tussendoor of iets dergelijks. En dan zie je dan wel, ja goed, is het, het individu staat dan boven de, boven de groep eigenlijk in dat geval. En dat mag natuurlijk niet. En, maar toch zie je het wel. Ja. Steeds een beetje vaak voorkomen. Maar, ja. Maar ook dat gebruik van de zorg. Want ik kan me ook voorstellen dat je in de fysiotherapiepraktijk patiënten terug ziet komen en terug ziet komen die je helpt op de been te houden, maar die gewoon door hun levensstijl eigenlijk chronisch niet meer op de been te krijgen zijn. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat dat, ik weet niet of dat dan te maken heeft met dat we daardoor door de coronacrisis een nieuw komen krijgen. Maar daarvoor was het ook al aan de orde. Ik denk als, je, als ik een cliënt krijg, ik zeg al, ik krijg niet alleen topsporters of breedtesporters, maar ook gewoon reguliere cliënten. En die komt met knieklachten, puur praktisch, maar die heeft er 15 à 20 kilo bijlopen en wat te zwaar is. Ja, dan denk ik wel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en te zeggen, nou, zullen we eerst daar eens aan werken en dan gaan we daarna eens kijken van wat blijft er nog over van een knieklacht bijvoorbeeld. Ja, ja. Het feit dat je het zo netjes probeert te definiëren wil al zeggen dat het haast taboe is of op zijn minst heel moeilijk. Het is heel moeilijk om met elkaar dat gesprek echt te voeren zoals je het zou wensen vanuit je professionaliteit. Ja, precies. Ja, het is een taboe denk ik wel om te doorbreken. En ik merkte bij mezelf, maar ook bij mijn collega's, van ja, goed, we weten allemaal, het is eigenlijk de big elephant in the room, zeg maar, hè, letterlijk genomen. En dat, dat proberen we toch allemaal te omzeilen, maar eigenlijk is dat wel... Hoe verhoudt zich dat, Katrien, die autonomie, hè? Dat individu die zijn eigen stem heeft, zijn eigen keuzes mag maken. Het is ons zoveel waard en terecht in dit land. Maar toch schuurt het, we hoorden het Bart Berde zeggen. Ja, in de verpleeghuizen schuurt dat natuurlijk ook. Ja. Want hè, als één bewoner visite ontvangt die besmet is, dan heb je kans dat het de hele afdeling overgaat. En dat willen we niet. Daarom zijn die huizen op slot gegaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat we naar Maar het is toch eigenlijk raar dat we het huis op slot moeten doen, omdat er enkele individuen tussendoor glippen die de groep zo in gevaar brengen? Ja, maar er is natuurlijk ook de situatie dat mensen besmettelijk zijn en het gewoon niet weten van zichzelf. Zeer zeker. Dus op die manier kan het gewoon binnengebracht zijn. Maar volgens mij speelt in het verpleeghuis vooral dat het individu iets wil en daarmee mogelijk de rest van de groep in gevaar kan brengen. Ja. En dat mogelijk, dat is heel lastig. Wat ik nu zie is dat bezoekregelingen veel meer op de kamer individueel zijn. Waardoor het bezoek vooral degene ziet waar ze voor komen en de rest veel minder. Waardoor dat gevaar ook minder aanwezig. Bart Berde, bent u er nog? Ja, zeker. Dan kan ik nog wel heel even aan u een vraag stellen. Want als we met elkaar op zoek gaan naar dat new common, hè, met wie moeten we dan aan tafel... En welk gesprek moeten we voeren als het gaat om te vertrekken vanuit het huidige zorgsysteem, maar op weg naar een nieuw? Dit gaat over burgers en dit gaat over cliënten, patiënten, met wie die discussie gevoerd moet worden. En ik zie daar, kijk, politiek zijn wij, ik zie daar ook voor de politiek een belangrijke rol. We hebben het geluk gehad dat bij deze eerste crisis wij geen echte schaarste ook hebben moeten laten... moeten respecteren, zodat dat we ook dramatische keuzes hadden gemaakt. Maar als je kijkt naar de keuzes die we in de toekomst gaan krijgen, en dan refereer ik ook aan in Engeland, waar men wel ook een bedrag koppelt aan wat een gewonnen levensjaar nog aan waarde toevoegt, dat zijn wel gedachtes die ons kunnen helpen als wij straks een schaarste, met name niet zozeer vanwege het geld als wel vanwege de mensen die we niet hebben, als dat soort overwegingen moeten worden meegenomen. En dat heeft deze crisis toch ons wel dichterbij gebracht. En die discussie moet worden gevoerd met burger, patiënt, cliënt en zeker ook met de gemeenschap, met politiek als representant, uiteraard financiers, zorgaanbieders. Maar ik denk dat die discussie breed gevoerd moet worden. Ja, misschien tot slot aan Petri nog een vraag. Kan de zorg in het geheel misschien iets leren als het gaat om de new common van wat, hoe we nu met de behandeling van verstandelijk gehandicapten omgaan, of verstandelijk beperkten? Ja, nou ja, ik denk zeker dat we er iets van kunnen leren, maar ik zou het eigenlijk op een ander niveau willen benaderen. Zoals we er nu over spreken, gaat het eigenlijk over de toch nog wat kortere termijn, hoe om te gaan met de risico's, met de mogelijke toenemend aantal besmettingen wat er weer aankomt en hoe gaan wij daarmee om. Kijk, ik denk dat we ontzettend op moeten letten dat de meest kwetsbare groep mensen, kwetsbare gezinnen, waar het hier in de vorige ronde ook al over ging, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken,
dat die zichtbaar zijn. Want als mensen zichtbaar zijn en hun verhaal vertellen, dan raakt het ook jonge mensen. Dan zijn jonge mensen ook in staat en stellen zich open voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gaat over de discussie tussen het individu en het samen. En dat samen, dat moet je wel gaan voelen. En dat voel je als je de ervaringen van mensen hoort. Dat voelt ieder mens, dat voelt iedere jongere. En daar zou ik eigenlijk veel meer aandacht voor willen. En zou u daar dan ook de komende 10 jaar met uw bijzondere leerstoel daar onderzoek naar willen doen? Zeker. Dan maken zeker. We die afspraak hierbij en dan komen we niet over 10 jaar, maar hopelijk eerder al eens bij elkaar terug. Dank ook aan alle gasten aan dit blok. Het blok gezondheid loopt hiermee ten einde. Dank ook Bart Berde online ingelogd. We sluiten hiermee dit blok af en we gaan naar het volgende blok. Dat is digitale transformatie. En ik vraag Simone om niet digitaal, maar analoog te transformeren naar het podium. Ik loop gewoon, inderdaad. Ja, welkom wetenschappers. Digitale transformatie, dat is waar we het nu over gaan hebben. De corona-app. Het dashboard. Het online onderwijs. We zoomen en we teamen alsof ons leven ervan afhangt. Wat is er met ons gebeurd op het digitale vlak, kunnen we ons afvragen. En heeft die coronacrisis die digitale transformatie nu versneld? Snappen wij als mensen nog eigenlijk wel waar we mee bezig zijn? En is dit het moment misschien om eventuele weeffouten die zichtbaar worden in het systeem voor eens en altijd te herstellen? Heel fijn, waardevol en groot goed dat er wetenschappers zoals Kenny Meesters en Max Lauwers van de Tilburg University zich daarmee bezighouden. Van harte welkom Kenny Meesters, onderzoeker management en informatiesystemen. Aan data kunnen we stellen geen gebrek. Maar hoe maak je daar nou effectief relevante informatie van? Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat iedereen zich nog wel kan herinneren dat in maart, in het begin van de coronacrisis, door Rutte werd gezegd, we moeten 100% van de beslissingen met 50% van de informatie nemen. En eigenlijk, vanuit de crisismanagement perspectief, heeft dat een enorme versnelling gemaakt de afgelopen maanden. We hebben apps ontwikkeld, dashboards ontwikkeld, websites, analyses schieten uit de grond overal, om vooral maar in de gaten te houden hoe gaat het met deze crisis. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat daar tegenover nog een andere ontwikkeling staat. Want hoe meer informatie wij naar boven kunnen halen, al die ontwikkelingen zijn nog steeds gericht op het crisisdenken. Kunnen wij overzicht houden waar het virus is, waar de mensen zich bevinden en traceren? Maar eigenlijk, wat ook de vorige sprekers zeiden, iedereen probeert keuzes te maken, niet alleen de overheid. Ja. Dus de uitdaging is niet zo alleen maar de informatie naar boven te halen vanuit de crisisbeheersing, maar hoe kunnen we andere mensen in staat te stellen om ook keuzes te maken? En dat vereist niet alleen maar het crisisdenken op korte termijn, het beheersen, maar vooral te helpen. Als mensen zeggen, ik wil een stukje gaan hardlopen, waar kan dat nog veilig? Als we elkaar willen treffen, hoe kunnen we dat dan wel organiseren? En door met elkaar informatie te delen, kunnen we dat soort beslissingen op elkaar afstemmen. En daar zou ik voor pleiten om daar ook die ontwikkeling naartoe te gaan. En weg van alleen maar het korte termijn repressieve crisisdenken. Maar hoe kunnen we mensen helpen verstandig te kiezen, gegeven de omstandigheden waarin we zijn. Helder. En een mooi pleidooi in het boek The New Common, wat we ook allemaal helemaal nog goed moeten lezen. Want het stuk dat behelst nog heel veel meer accenten. Max Lauwersen, hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie. Ja, dat onderwijs. Het woord is al een paar keer gevallen. Het onderwijs werd flink ontwricht. En hoe, kunnen we zeggen. Maar het richt zich op. Maar is dit nu eigenlijk het moment om echt definitief te gaan vernieuwen? Ja, ik wil niet het nieuwe normaal accepteren zoals het nu wordt ingevuld. Op het gebied van het onderwijs althans. Dus ik heb grote bewondering voor basisonderwijs, middelbaar onderwijs, mbo, hbo en universiteit. Hoe ze in zo'n korte periode de transitie hebben kunnen ondergaan. Maar ik denk dat we ook een kans aan het missen zijn als we dit het nieuwe normaal beschouwen. Dus ik denk dat nu het moment is aangekomen om eens na te denken of het oude normaal misschien niet helemaal normaal was. Laat ik 3 korte voorbeelden geven. Als het gaat om lifelong learning binnen MindLabs, een samenwerkingsverband met de gemeente, mbo, hbo en universiteit en het bedrijfsleven, werken we aan een project, het VIBE-project, om te kijken of we virtual humans kunnen bouwen voor de gezondheidszorg, voor trainen, door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie. Op de universiteit hebben we het DAF Technology Lab, een virtual reality omgeving waar we colleges kunnen geven, waar immersive education wordt aangeboden. Een totaal andere vorm van onderwijs. Ja. Het laatste voorbeeld, Spacebus, een samenwerkingsverband met de non-profit organisatie Spacebus en André Kuipers, brengen we raketten naar de basisschool waar kinderen virtueel de ruimte in gelanceerd worden om op een andere manier onderwijs te beleven. Wat een spannende tijd is het dan toch ook? Enerzijds
een hele trieste tijd. Aan de andere kant een hele fascinerende tijd. Ik zie het aan uw ogen, ja. We gaan aan tafel, want we gaan hier eens over doorpraten. Mag ik u uitnodigen? Dank voor de introducties. We gaan in gesprek met Marin de Jong, CEO van Building Blocks, en met Jantien Borsboom. Jij bent hier de projectleider van Kennis Cloud en jij bent hier ook bezig met de Digilab in de Lokhal. Om met dat laatste te beginnen, hoe merk jij in het Digilab de interesse? Is die gestegen sinds maart? We hadden natuurlijk eerst last van dat we dicht waren. Ja. Daarna mochten we weer open, maar in het begin ging dat langzaam. Hè. Je merkte dat mensen ook nog een beetje angstig waren om misschien de deur uit te gaan en dingen te doen die niet per se noodzakelijk waren. Maar sinds eigenlijk de scholen ook weer zijn begonnen, merken we dat het helemaal loskomt inderdaad. Dat het weer heel druk is bij ons. We zijn zelf ook daar wel op ingestoken om in onze programmering ook te kijken naar wat kunnen we nou eigenlijk doen om mensen te helpen met deze tijden om te gaan. Want er worden natuurlijk nogal wat nieuwe skills van ons gevraagd. Hè? Jullie hadden het net ook al over dat je in één keer gedwongen bent om te vergaderen via Zoom of via Teams. Nou, dat zijn we helemaal niet gewend. Maar ook, hoe kun je nou zelf met die data bijvoorbeeld aan de slag? Want er zijn zo verschrikkelijk veel berichten in verschillende media. En de ene zegt dit en de andere zegt dat. Hoe kun je nou zelf daarover nadenken? Dus dat zijn allemaal echt skills die in één keer super belangrijk zijn geworden. En dan proberen wij daar een rol in te spelen om iedereen de kans te geven daarin mee te gaan. Oké, dankjewel. Ook even een introductievraag aan Marin. Jij komt met Building Blocks naar de spoorzone hier in Tilburg. De verhuizing is wanneer? We krijgen over 2 weken de sleutel. Dan moet er nog wat verbouwd worden en 1 december zitten we hiernaast. Oké. Als we kijken naar de analyses ook vanuit de wetenschap, dan zien we ook dat, en ook gewoon als je om je heen kijkt, dan zie je dat data steeds belangrijker wordt. Missen we daardoor niet de essentie uit het oog als we ons focussen alleen maar op die data? Vraag ik aan iemand die een bedrijf heeft in data science. Ja, ik had deze vraag kunnen verwachten natuurlijk. Ja. Nee, ik ben blij wat er net gezegd wordt. En kijk, data, opeens ligt het nu onder een vergrootglas en wordt er geschetst, er is heel veel data. Maar 2013 ben ik dit bedrijf begonnen en ook toen was er al veel data. Alleen de kunst is, en Kenny en ik hadden al een discussie voordat we hier aan deze tafel belanden. De kunst is om die data te gebruiken en daar daadwerkelijk iets mee te doen. Een inzichtje maken, een dashboardje maken is leuk, is grappig. Maar wat ga je er uiteindelijk mee doen in de praktijk en wat ga je ermee veranderen? En wat wil je ermee sturen? Ik hoorde al net al mooie ideeën en mooie toepassingen, maar ja. Daar zit denk ik de crux in. Ja, ik denk een van de interessante dingen is als je de hoeveelheid data die we hebben, en dat komt ook een beetje terug op de skills. Data zichzelf doet niet zo heel veel. Als je bedenkt wat je vandaag de dag allemaal voor keuzes maakt, kom ik naar de Lokhal vanmorgen, neem ik de trein, neem ik de auto, dan ben ik afhankelijk van de informatie van hoe druk gaat het in de trein zijn. Ik zit nog met smart te wachten tot er in de NS-app een 1,5 meter filter komt van, kan ik dat, is deze trein, kan ik daar afstand houden? En dat is denk ik niet alleen maar kijken naar de ontwikkelingen die we kunnen met de techniek, en dat kan. Nou, software is het meest flexibele bouwmateriaal wat we hebben ongeveer op de planeet. Wie ga je dan helpen met welke keuzes? En niet alleen maar naar boven toe overzichten, maar juist individuele keuzes ondersteunen. En daarmee help je ook mensen die maatregelen te volgen. Ik snap dat mensen op stap willen. Ik wil ook een rondje gaan hardlopen. Waar kan ik dat doen? Waar kan ik dat veilig? En daarmee, zeker op lange termijn, help je mensen die maatregelen vol te houden. Want alleen maar dit mag niet... Ja, maar ik wil dit. Hoe kan dat dan wel? Ja, en tegelijkertijd zien we natuurlijk elke dag weer een nieuwe grafiek en 6 tabellen. Het is heel moeilijk om als iemand die ook een master heeft, überhaupt al alles te kunnen interpreteren. En ik kan me ook voorstellen dat er een soort datamoeheid ontstaat. Dat mensen denken, ja, weet je, dan was het gisteren 1700, nu 2000. Ja, wat zegt dat nog? Hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Goeie vraag inderdaad. En daarom vond ik hetgeen wat Kenny aanstipte ook interessant. Kijk, het is raar om te zeggen, maar als je een bedrijf hebt in data science, data is een middel. Data science is nooit een doel op zichzelf. Dus hoe kunnen we nou voor zorgen dat we die data gebruiken als maatschappij hier in Nederland om persoonlijk mensen adviezen te geven, persoonlijk mensen te sturen. Wat je nu ziet, gisteravond weer afgekondigd natuurlijk, we gaan van nationale maatregelen naar regionale maatregelen. Nou goed, dat is al 1 stap gedifferentieerder, maar ik zou het liefst naar individuele maatregelen gaan. Op basis van alle data die we over alle individuen hebben en alle informatie die op elk punt op elke plek is, ja, dat zou de stap zijn die we moeten zetten. Nu ben ik misschien even een paar
stapjes vooruit ten opzichte van waar we de dag van vandaag staan. Maar dat denk ik, dat zou juist die datamoeheid kunnen voorkomen als je het omzet in waarde voor gewoon de burger, voor ons. Die grafieken zijn iets interessant, omdat dat niet de keuze is die jij probeert te maken. Je hebt daar geen invloed op. Dus ik snap dat het voor politici, beleidsmakers, crisisbeheersingorganisaties en de vorige sprekers die in het ziekenhuis werken, dat zij die voorspelling willen zien. Maar op een individuele basis voldoet dat niet aan jouw informatiebehoeften. Ja. Tenzij je voorbereidt op een gesprek hier en de opzicht wilt hebben. Ja. Ik denk dat de opmerking dat data science, kunstmatige intelligentie, een middel is en geen doel is, een hele belangrijke. Dus als je die oplossingen vindt, zul je vervolgens moeten nadenken, hoe ga je de interactie aan met de gebruiker? Ja. Dus de ontwikkeling is de ene kant, maar de interactie met de gebruiker is de andere kant. En af en toe wordt hier binnen data science en kunstmatige intelligentie te veel vergeten. Zeker. Ik denk dat Tilburg uniek gepositioneerd is juist om enerzijds die AI te ontwikkelen en anderzijds die interactie aan te gaan. Ja. Ja. En de vraag is dan misschien heel logisch. Als je die artificial intelligence verder ontwikkelt, hoe kan digitale transformatie dan bijdragen aan de new common? Los van misschien de personalisering, maar hoe zou dat kunnen? Misschien, ik stel het niet alleen aan jou, maar dat is een algemene vraag. Heb je een begin van een antwoord, Max? Als wetenschapper zou ik denken, ik weet nog niet waar het einddoel is, maar ik weet wel wat de middelen zijn om richting einddoel te manoeuvreren. En er is zoveel beschikbaar. Het lijkt alsof kunstmatige intelligentie en data science enge begrippen zijn en de wereld wordt overgenomen. Het zijn geweldige middelen die ongelofelijke mogelijkheden bieden. En ik denk dat we niet genoeg aan het nadenken zijn over die mogelijkheden. Ja. Kunnen we wel nadenken daarover in de tijd van nu? Is dat misschien wat ons in de weg zit? We moeten nu nadenken over die vragen van de toekomst. Ja, we moeten, maar dat is niet iets, dat is iets anders dan dat we het doen. Ja. Het is altijd een crisissituatie. Ik heb in het verleden in het buitenland meerdere crisissituaties gezien in het veldwerk dat ik doe in mijn onderzoek, onder andere in Nepal. Het probleem is, zodra mensen niet de korte termijn informatiebehoeftes en keuzes en planningen, dat hoorden we ook bij de andere sprekers, hè, van ik heb onzekerheid. Internationale studenten, hoe gaat het eruit zien naar de toekomst toe? Als je dat niet kan wegnemen, blijf je hangen in het crisis, het repressieve, de korte termijn planning. Als die behoefte voldaan is, dan kun je de lange termijn. Dus de truc is niet of het één, gaan we alleen maar aan de lange termijn denken, want dan loop je het risico dat het misgaat op de korte termijn. En niet alleen maar op de korte termijn, want daar kom je niet meer uit. Dus het is, ik weet dat het een heel wetenschappelijk antwoord is, maar het is beide meenemen. En de truc is dan inderdaad niet alleen maar de technieken, maar ook de skills ontwikkelen, zodat we daarmee blijven werken. Want wat het antwoord vandaag is, kan morgen weer anders zijn. Als de angst zit hem veelal in de techniek neemt het over van ons. Maar laten we even andersom teruggaan. De mens heeft de technologie ontworpen om onszelf te helpen. En als we dan de gesprekken die net gingen veel over de kleinere en de kwetsbare groep van de samenleving. Als we door die digitale transformatie en die nieuwe technieken de massa op die digitale en die nieuwe technieken manier behandelen, dan hebben we tijd, door die nieuwe technieken, hebben we tijd over om onze aandacht aan die kwetsbare groep te besteden, die misschien niet meegaat in de digitale transformatie en de nieuwe technologieën. Dus ik denk dat het juist een kans is, nu ben ik ook wel wat optimistisch ingesteld, maar dat het juist ook een kans is om de problemen die al geadresseerd werden in de vorige discussies, om die juist aan te pakken. Ja, en misschien nog aanhakend daarop het Digilab. Merken jullie ook dat je focust op digibeten, om het even zo te zeggen? Mensen die dus een beetje wat achterblijven, maar wel geïnteresseerd zijn daarin. En kunnen jullie die ook helpen? Jawel, ja, het is eigenlijk beide. Aan de ene kant gaat het natuurlijk echt op mensen die daar heel veel interesse in hebben, maar ook juist op mensen die niet makkelijk mee kunnen. En wat ik eerder ook hoor, ik denk die hele digitale transformatie is ook een kans om mensen mee te nemen in de discussie. Want wat ik eigenlijk bij ieder gesprek nu deze middag al heb gehoord, is van ja, we moeten daar samen over praten. We moeten daar iedereen bij betrekken bij dat gesprek. En ik denk dat daar ook echt een kans ligt. We zijn natuurlijk als een bibliotheek zijn wij een plek waar iedereen kennis en informatie kan komen halen. Je ziet dat nu mensen heel erg gedwongen zijn om dat meer digitaal te gaan doen. Ook daar kun je een rol in spelen. Bijvoorbeeld hebben we met de bibliotheek hebben we een online platform ook ontwikkeld. Dat heet kenniscloud.nl. Dat is een soort online versie van wat we hier offline eigenlijk doen. Een plek waar je kunt discussiëren met anderen. Ja. Waar ook dit soort thema's juist besproken kunnen worden met iedereen. Ik denk dat het op die manier heel belangrijk is om ook in de digitale iedereen mee te kunnen nemen. En iedereen uit te kunnen horen. We hebben zelfs voor dit programma hebben we ook een groep op dat platform. Dus we kunnen ook hierna dat gesprek door laten gaan. Dus het hoeft niet een momentopname te zijn. Ja, bij deze, jullie zijn allemaal uitgenodigd. Okay. Kom naar dat platform, meld je aan. Want dan kunnen we daar het gesprek door laten gaan. Want dit new common verhaal, ja, dit gaat natuurlijk de komende tijd
nog veel belangrijker worden en nog veel meer veranderen. Ja, ik denk dat ik zou nog wel een opmerking, want ik denk dat het heel goed is dat we ook zorgen dat iedereen zoveel mogelijk hier de kansen van kan benutten. Maar ik ben ook altijd wel waakzaam dat mensen zeggen, ja, alles gaat digitaal, dus iedereen moet ook maar digitaal. Dat hoeft niet per se. Er zijn ook mensen die namens andere mensen kunnen optreden. Of die mensen inderdaad de druk wegnemen, zodat we daar meer tijd voor hebben. Dus de digitale transformatie wil niet zeggen dat we nu iedereen maar aan de, op Twitter moeten hebben en de mobiele telefoons en dat soort zaken. Maar wel dat we daar kijken naar die mogelijkheden om die mensen met elkaar te verbinden en te ondersteunen. De digitale transformatie brengt ook een grotere beweging in gang, want helemaal aan de eerste tafel door Chantal van Gouw werd het eigenlijk al geschetst. Door het digitaal moesten we gaan thuiswerken, maar begon er eigenlijk een veel grotere beweging op gang te komen. Om los van op je werkplek en je manager die checkt, ben je wel aan het werk. Dus ik denk dat er ook andere soort elementen in zijn die we er wel uit kunnen pikken. Dus laten we zeker onze ogen daar ook niet voor sluiten. Een slotvraag, mini-slotvraag. Ja, mag zeker. Dat? Ja, natuurlijk, ja. Nathan. Ja. Ja. Max, je noemde 3 voorbeelden. Onder andere DAF Technology Lab en ook Spacebus. Veel geprezen initiatieven die ook niet in de coronatijd zijn ontstaan, maar die er misschien wel van profiteren of daaraan bijdragen. Zijn er ook initiatieven, Merwin had net een droom, heb jij ook een droom dat je zegt, nou, in deze tijd zou dat project heel goed passen en zouden we nu daar moeten aan werken? Ja, goede vraag. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in het DAF Technology Lab, er zijn 2 nieuwe labs aan het bouwen op de campus op dit moment. Als je kijkt naar de Spacebus ontwikkelingen, recent de regio-deal, waar we samenwerken met partijen als de luchtmacht, Interpolis enzovoort, om te kijken naar die digitale transformatie. Ik denk dat de toekomst er heel erg goed uitziet. Alleen is het nu moeilijk om dat te zien, omdat we in een crisis verkeren. Ja, goed. Dan gaan we daarmee. Hij ziet er goed uit, alleen nu even lastig. Maar dat vind ik toch best een heel prettig en hoopvol einde. We gaan deze ronde besluiten. Dank aan u alle 4. En Nathan, nog 1 keer ga ik je vragen om de wagen op te gaan, want daar staan nog 2 wetenschappers op je te wachten. Okay. Participatie is het thema. Yes, daar gaan we. Dank jullie wel. Ja, en alsof het zo bedoeld is, gaan we nu verder waar we geëindigd zijn. Namelijk, kunnen we iedereen wel laten meedoen? Als het gaat om participatie is dat natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk, zeker in deze tijden van crisis. We praten daarover met Connie Rijk, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering, en Tim Reeskens, associate professor psychologie. Jullie hebben allebei een bijdrage geleverd aan het boek. En ik wil aan jullie allebei vragen om een inzicht daarvan te delen. En ik zou bijvoorbeeld aan Connie willen vragen, in hoeverre kan corona bijdragen aan een inclusieve en gelijkwaardige samenleving? Om er makkelijk te beginnen. Oké, nou dat heb ik niet allemaal gedaan in 3 pagina's, maar waar ik op heb gefocust is de arbeidsmigranten. En de arbeidsmigranten hebben eigenlijk, of de COVID heeft 2 zwakheden in de samenleving met betrekking tot arbeidsmigratie blootgelegd. Aan de ene kant de afhankelijkheid van niet alleen Nederland, maar ook heel veel westerse landen van de arbeidsmigrant, wat overigens ook wel geleid heeft tot een aantal positieve initiatieven. Die afhankelijkheid is met name zichtbaar geweest in de agrarische sector. We hebben gezien dat bijvoorbeeld Italië verblijfsvergunningen heeft toegekend aan illegale arbeidsmigranten. Nou, een tweede zwakte die in de samenleving is blootgelegd met betrekking tot arbeidsmigranten door de coronacrisis is de arbeidsomstandigheden en de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten. Dat was niet nieuw. Wij doen daar in Tilburg aan de universiteit al 15 jaar onderzoek naar. Maar ook dat werd nu wel het accent op gelegd. Nou, en wat is nou de incentive daarvoor? Dat is met name een economisch belang. Een economische drive voor sluiting, angst voor sluiting van bedrijven bijvoorbeeld. Maar ook angst voor het niet kunnen oogsten van de asperges bijvoorbeeld. Dus vanuit een economisch belang krijgen we mensen in actie. En dat is eigenlijk de les die ik uit de coronacrisis met betrekking tot arbeidsmigratie mee wil nemen naar de participatie. Dat we dat argument meer mee moeten nemen. En dat, omdat dat eenmaal meer gewicht in de schaal legt dan een mensenrechtelijk argument of een arbeidsrechtelijk argument. En natuurlijk staat u hier als wetenschapper, maar is dat ook niet een heel cynisch argument of een cynische constatering, dat pas als het economisch waarde krijgt dat het dan zwaarder weegt? Ja, maar het is niet alleen dat we dat gezien hebben in de coronacrisis. Het is eigenlijk een reflex die we veel vaker zien. Dat economische argument
heel zwaar weegt. En als we dat weten, dan kunnen we het maar beter omarmen dan daar cynisch over zijn en dat uit de weg gaan. Oké, dankjewel. We gaan daar straks verder over in gesprek. Tim Reeskens, je hebt een essay geschreven ook over leiderschap en de rol van de overheid in tijden van crisis. En volgens mij is het interessant om te kijken wat voor een les of inzicht jij wil meegeven. Ja, niet enkel gekeken naar leiderschap, maar vooral wat vindt eigenlijk de Nederlander over het leiderschap, over de politiek ten tijde van de coronacrisis. Ja. En we hebben mensen die we in 2017 hebben bevraagd als onderdeel van een Europees waardeonderzoek, hebben opnieuw benaderd. Met de vraag van ja, hoe sta je tegenover de politiek? Hoe sta je, wil je een sterkere leider? Hoe zie je dat zitten? Wat denk je over andere mensen? Dus hoe staat het met je vertrouwen? Hoe staat het met je opvatting over immigranten? We hebben dat nu in 2020, ten tijde van de lockdown, in mei, hebben we een aantal van die vragen opnieuw gesteld aan dezelfde mensen. En daaruit blijkt toch dat eigenlijk de waarden waarvan je denkt, die zullen stabiel blijven, die blijven ook grotendeels stabiel nu ten tijde van de lockdown. Opvattingen waarvan dat je kunt verwachten dat die veranderen doorheen de tijd, ook die zijn uiteindelijk veranderd. Maar belangrijk is inderdaad, als je kijkt naar die opvattingen over de politiek, die zijn sterk verschoven ten tijde van de lockdown. Het komt erop neer dat ten tijde van de lockdown hebben mensen vrij veel vertrouwen gehad in de politiek. Maar tegelijkertijd, en dat is een klein beetje een antidemocratische reflex, willen ze ook wel die sterke leider, die ons uit de crisis kan leiden. En wat belangrijk is ook om op te merken dat eigenlijk grote delen van de bevolking zag je meeschuiven in dat meer vertrouwen voor de politiek. Normaal sociologisch onderzoek dat we doen, geeft doorgaans aan dat mannen en vrouwen dat ze toch wel andere opvattingen hebben over de politiek of dat lager opgeleiden en hoger opgeleiden, dat ze ook sterk verschillen. Ja. Maar hier zagen we toch wel dat eigenlijk grote delen van de bevolking mee bewogen. En voor ons is dat eigenlijk een interpretatie van een tijdseffect, van een periode-effect. Wat volgens ons ook betekent dat als die crisis voorbij is, ze is nog altijd aangaande, maar als die crisis voorbij is, ja, dan gaat dat misschien toch wel opnieuw bewegen richting het normale niveau. Dus over het nieuw komen of het nieuwe new normal, ja, we zijn daar toch wel een klein beetje sceptisch over. We denken toch wel dat het opnieuw zoals vanouds zal zijn. Goed. On that note, nodig jullie uit naar een tafel en dan gaan we het hebben over participatie in de samenleving. Fijn, van harte welkom hier aan tafel. Esma Lala, van harte welkom. Wethouder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid van de gemeente Tilburg. Van harte welkom. En Carina Kruijse, ook zo fijn dat u er bent. Bestuurder van de maatschappelijke opvang Traverse. Ja, wethouder, de participatie. Het was al een ongelooflijk punt van aandacht. Sterker nog, van zorg. Nog voordat corona uitbrak. Het is alleen maar erger geworden. Ja, klopt. Maar laat ik eerst beginnen met mijn waardering uitspreken voor de initiatiefnemers van dit project. Eigenlijk is het niet een project, maar een belangrijk vraagstuk waarin het gaat hoe we verder komen in een nieuwe samenleving die open en toegankelijk is en eigenlijk inclusief. En dan raak je de kern van mijn beleid, want hoe zorgen we met elkaar voor dat iedereen meedoet? Dat iedereen mee kan doen, mee mag doen en mee wil doen. En wat mij betreft begint dat altijd bij het gevoel dat je ertoe doet en dat je gezien en gehoord wordt. En dan zeker in coronatijd is dat wel een belangrijk vraagstuk. Ja, en in coronatijd zijn er structuren zichtbaar geworden waarvan we het bestaan niet zo goed wisten. Of we wisten het niet exact. Welke structuur die zichtbaar is geworden, daar bent u het meest van geschrokken in deze stad? Nou, wat je ziet is iets wat niet nieuw is, is dat de tweedeling best wel zorgelijk is. Je ziet met name grote groepen mensen die heel veel talent hebben, maar die ook kwetsbaar zijn, aan de rand van de samenleving zijn en die ontzettend hard getroffen worden door corona. Dus de eenzaamheid onder bepaalde doelgroepen groeit, met name ouderen, maar ook jongeren. Als je het hebt over onderwijsachterstanden, bijvoorbeeld door het digitaal onderwijs, dan zie je dat met name toenemen bij een kleine beperkte groep. Dus die tweedeling die al bestond, die wordt extra zichtbaar. En de kunst is om met elkaar, en dan vind ik het de nieuw komen, en met name de definitie die Ton net gaf over dat veldje waar je gezamenlijk met elkaar aan de slag gaat, vind ik een hele mooie definitie, want je hebt elkaar nodig, je hebt kennis en innovatie nodig en een gezamenlijke inzet van iedereen, alle overheden op alle niveaus, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, om te kijken hoe je naar die nieuwe samenleving komt en te zorgen dat iedereen aanhaakt en aangehaakt en mee blijft. Kan doen. Ja, Carina Kruijse, bestuurder van de maatschappelijke opvang Traverse, dat is voor dak- en thuislozen. Ja. Hoe komt een boodschap over? Blijf thuis, blijf binnen.
als je geen thuis en geen binnen hebt. Hoe gaat dat met uw cliënten? Ja, op zich echt complimenten naar onze cliënten. Jij de complimenten voor dit programma. Zeker sluit ik me helemaal bij aan. En alle thema's die voorbij gekomen zijn, ja, die zijn allemaal van toepassing. En dan denk ik, oh, daar wil ik nog over verder praten en daar wil ik ook op aanhaken. Maar wat we wel zien is dat onze cliënten wel een enorme flexibiliteit ook hebben laten zien in meebewegen. Terwijl we eigenlijk toch een aantal zaken hebben. Wij vinden eigen regie van onze cliënten ontzettend belangrijk. We hebben daar juist een hele mooie nieuwbouw voor. Waarin daar veel meer ruimte voor is met aparte kamers. Maar ook wel mooie kookruimtes en dergelijke. Daar hebben we helaas door coronamaatregelen zijn we daar veel strenger in moeten worden. Waardoor mensen eigenlijk weer als vanouds het hapje eten uit de gezamenlijke keuken kregen. Nou, dat doet pijn. En dat is gewoon heel vervelend. Ja, ik zit te veel naar de anderen te kijken. Ja. dat doet pijn inderdaad, ook voor de cliënten. Ze hebben ook de structuur een beetje gemist. Uiteindelijk heb je dagbestedingsactiviteiten met elkaar. Die participatie die juist zo belangrijk is. Je hebt toch een aantal keuzes in moeten maken om dat ook wat... Ja, ja. Te individualiseren eigenlijk en te minimaliseren. Wij horen Connie Rijken net heel helder stellen dat als je niet het economisch belang inzichtelijk kan maken van een groep, dan is het lastig om zaken in beweging te krijgen. Herkent u dat? Ik herken het een deel, maar ik weet niet alleen of het alleen een economisch belang is, maar het is ook wel de schaalgrootte gaat op een gegeven moment ook meetellen. We zijn natuurlijk al zien al jaren, daar is ook al voor de corona is een onderzoek geweest dat de dakloosheid in Nederland ontzettend stijgt. Daar zijn al mooie rapporten voor gemaakt van hoe kunnen we dat nou in beeld brengen. De dakloze bestaat niet. Er zijn heel veel mensen die buiten boord vallen om allerlei life-changing events die hun overkomt uiteindelijk. En wat je juist ziet is dat door corona die groep alleen maar groter wordt. Want de burgemeester... Hoe groot is de groep nu in Tilburg? Ja, de burgemeester gaf aan, het gaat goed in Tilburg. En het gaat op heel veel vlakken goed in Tilburg. Ik vind het minder goed gaan als het gaat om de mensen die buiten het boord vallen. Dus we hebben ook gezegd, wij zien een enorme toename voor de vraag voor onze daklozenopvang. Begin dit jaar zaten wij nog ongeveer op een locatie op 25 mensen. We zijn tijdelijk verhuisd en we zitten al op 72. En daarvan moeten we ook al, is het nog groeiende. En dat is gebeurd van 25 naar 72 ten tijde van corona? Ja, we zagen wel al een groei. Daarin hebben Esma en ik hebben daar ook elkaar ontmoet dat we al wat uitbreiding wilden begin dit jaar. Maar dat is eigenlijk een trein die heel hard doordendert als wij daar niet gezamenlijk, dus ik sluit me ook heel erg aan bij het nieuwkomend verhaal, vanuit welke belangen ga je inderdaad opereren, welke thema's zie je ook voorbij komen en wie heb je daarvoor nodig? Esma, we zouden met z'n allen toch wakker moeten liggen van het getal van 72 in deze stad. Zeker, zeker. En dat geldt helaas niet alleen voor deze doelgroep, maar ook voor andere doelgroepen. En in die zin herken ik wel wat Connie zegt over het economisch belang. Dat zie je ook als je gaat kijken naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Bij een ruime arbeidsmarkt, dan richt men zich vooral op de kansrijke en die direct bemiddelbare. En pas wanneer er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, komen ook de meer kwetsbare doelgroepen in zicht. Nou, dat is een zorg die ik ook nu heb. Alleen ik zou het anders willen formuleren. Ik zou niet zeggen dat we dat economisch belang mee moeten nemen, als wel dat we anders moeten kijken naar wat nou een echt economisch belang is. Dus als je dat definieert, het zou je niet meer moeten definiëren enkel vanuit winst en groei, maar wanneer je dat definieert als gericht op mensen en milieu, dan win je altijd. Want investeren in mensen, investeren in alle mensen, het bieden van perspectief, dat loont. Maar gaan we nou versneld omwille van de situatie waarin we met elkaar beland zijn deze discussie voeren en deze herdefinitie vinden met elkaar? We voeren deze discussie al. Ik ben heel blij dat we vorig jaar een nieuw beleid hebben vastgesteld met Tilburg investeert in perspectief en met bestaanszekerheid. Maar wat je ziet is dat corona en de schaarste van middelen, ook financiële middelen, iedereen weet dat gemeenten met name met betrekking tot het sociale domein best wel onder druk staan. Dan zie je dat door corona men van nature geneigd is om weer terug te gaan in de reflex en te richten op de direct middelbare. En ik stel juist, dat moeten we niet doen. Kijk verder dan dat korte termijn belang en blijf investeren, want dat loont voor onze inwoners, voor onze samenleving en ook voor de financiële begroting. Er is ook echt een noodzaak daartoe, hè? Want jij schetst net de toenemende kloof. Binnen de corona zien we ook wel een toename in de solidariteit. Maar ik heb toch wel het idee dat dat toch van korte duur is. Dat is ook een beetje in de financiële crisis. Toen werd het ook gezegd van nu komt er echt een ander moment. Dat was ook van korte duur en dat spreekt me ook wel aan in het verhaal van Tim.
dat inderdaad dat die normen en waarden eigenlijk niet zo veel veranderen. Hè, dus ik pleit niet voor louter een economisch argument, maar ik denk dat we dat economische argument ook wel mee moeten nemen. Gewoon omdat we steeds zien dat dat toch de drive is van heel veel, niet alleen van bedrijven, maar ook van gemeentes. En dat zal jij erkennen, dat je daar ook zeg maar op afgerekend wordt. Dus dan is het goed om dat denk ik mee te nemen. En die solidariteit, en daar moeten we denk ik wel gewoon heel erg in investeren, dat die kloof dus niet groter wordt. Maar dat is nog niet zo'n simpele opdracht. Nee, dat zag je met name aan het begin van de crisis. Zag je hele mooie initiatieven, eigenlijk op straatniveau, met WhatsApp-berichten, boodschappendiensten, maaltijdbezorgers, ja, tot op straatniveau, buurtniveau, wijkniveau, zelfs stedelijk. Ja. En hoe langer het duurt, dan zie je dat de energie wat weg hebt. En je zou eigenlijk met elkaar moeten kijken van hoe kun je dat vasthouden en zelfs nog vergroten. Ja. Want uiteindelijk vorm je samen de samenleving. Ja. Carina, wat is nu het lonkende perspectief van een nieuw samen vanuit Traverse geredeneerd? Nou ja, wij zien in elk geval die groei. Daar willen we mee stoppen uiteindelijk. En we hebben onze samenwerkingspartners in Tilburg opgeroepen. Een call to action hebben we het ook echt benoemd. Hebben we deze week de aftrap voor gedaan. Ze hebben allerlei partijen vanuit Tilburg uitgenodigd. Ook met wethouder, helaas Esma, maar wij haken aan bij elkaar. En waarvan we zeggen, nou hoe gaan we nou, we hebben het ook de 50 van 013 genoemd. Hoe gaan wij terug afbouwen? We vinden het niet oké dat er meer plaatsen komen voor de maatschappelijke opvang. Is economisch ook niet goed, maar is voor het sociale welzijn van mensen ook helemaal de foute kant op. Dus we hebben gezegd, we gaan er gewoon schouders onder zetten. We hebben 4 thema's bedacht, heel concreet, die we zien. Hoe kunnen we preventie gaan inzetten? Dus hoe kunnen we eigenlijk mensen laten afbuigen voordat ze in die maatschappelijke opvang terechtkomen? Want er zijn heel veel signalen van tevoren die eigenlijk al heel erg te duiden zijn. Van, hé mensen, als we hier niet... Maar er zijn de kaders dan niet ondersteunend in of beperkend in of wat dan ook. Dat willen we gaan doorbreken. Wij zien veel gezinnen, een toename van gezinnen die in de opvang terechtkomen, is een van de thema's. Het wonen, kunnen we niet wat meer creatievere woonvormen met elkaar bedenken die meer passen bij de vragen van de mensen en niet wat wij als professionals allemaal denken dat mensen willen, maar ook de vraag stellen en daar creatiever mee omgaan. Meer korte termijn ook oplossingen bedenken voor wonen, maar vooral ook hoe kunnen we beter passende zorg. Want wij vinden wel dat we heel erg een wachtkamer voor specialistische zorg ook geworden zijn. Dus daar waar mensen buiten de boot vallen, buiten de ziekenhuizen, buiten de verstandsbeperking, kunnen ze naar Traverse? Zijn ze dakloos en kunnen ze naar Traverse. Dus die call for action voor die 50 van 013, dat zijn dus 50 dak- en thuislozen die je binnen een afzienbare tijd aan een dak, aan een thuis wil helpen. Dus we hebben binnen er niet welke heel tijd? Dat is wat voor een tijdspanne? Voor 1 juli 2021 moeten we dit opgelost hebben. Ja. Mooi. En we willen de eerste 25 eigenlijk richting het eind van het jaar. En dan de tweede 25 het eerste kwartaal. Zodat we richting 1 juli kunnen kijken van is het te bestendigen? Kunnen we dit structureel maken? En een aantal bestuurders in Tilburg hebben dit ook geadopteerd op de verschillende thema's. Dat gaat dus het gebeuren. Is geborgd. Ja, ik wil in de slotseconde van deze ronde ook even kijken of we participatie nog iets breder kunnen bekijken. Namelijk ook koppelen aan het verhaal van Tim. Je zei in crisistijden hebben mensen behoefte aan een sterke leider. Of een sterke overheid. Ik chargeer natuurlijk, het is altijd genuanceerder volgens de wetenschapper. Maar als je kijkt naar die behoefte en aan de andere kant de behoefte om te participeren en te participeren ook in besluitvorming. Hoe verhoudt zich dat? Dat verlangen aan de ene kant om geleid te worden en aan de andere kant om mee te doen en mee te kunnen praten? Ik denk dat de Nederlandse overheid toch wel goed heeft geluisterd naar wat de bevolking uiteindelijk wou. En dat zie je misschien ook wel in andere landen. Dat juist dat appeal van die Nederlandse individualiteit, we moeten vooral op onszelf zorgen. We moeten die intelligent lockdown, we moeten toch wel elkaar ervoor zorgen dat we zelf in de pas lopen. Ja, de overheid heeft dat hier volgens mij goed gedaan. En dat verklaart volgens mij ook waarom dat politiek vertrouwen is toegenomen. Ja. Uit een tijd van de crisis en dat men ook die sterke leiderschap wou. Het feit dat om de zoveel tijd een persconferentie was, waar dat er duidelijke maatregelen werden afgesproken en gecommuniceerd. Maar tegelijkertijd werd begonnen van, ja, was je handen, kuch in je elleboog, al de maatregelen waar dat we intussen wel mee zijn, om ons oren zijn geslagen. Ja, dat kwam allemaal goed tot uiting in heel die lockdownperiode. Is er ook een overheid binnen Europa bijvoorbeeld of ergens anders ter wereld waarvan je zegt, die hebben het juist helemaal verspeeld? Qua vertrouwen. Ik moet denken bijvoorbeeld aan Brazilië. Het is gewoon moeilijk om daar op dit moment al uitspraken over te doen, omdat ik ben natuurlijk geen profeet. Je hebt gewoon data nodig om dat te kunnen bekijken.
En ik denk wel dat in bepaalde landen dat er meer polarisering is geweest. Voorstanders en tegenstanders, waarbij dat toch sterker tot uiting kwam of die tegenstellingen gewoon sterker waren. In Nederland was dat niet echt het geval. Op dat moment. Over enkele weken gaan we opnieuw in het veld om dezelfde mensen weer te bevragen. Okay. En wie weet wat er dan uitkomt. Goed. Mooi. Ja, dan is dat een heel mooi moment, een mooie cliffhanger ook, om dit gesprek nu niet te stoppen, maar wel in de tijd even te stoppen. Dus dat we hier nog eens op doorpakken. Dank alle voor jullie bijdrage en voor jullie komst naar de Lokhal. Dat geldt ook voor het publiek en we zijn nu eigenlijk door de rondes heen. Maar er is nog een slotakkoord. We gaan terug naar het begin. We gaan naar Ton Wildhagen en Margriet Sitskoorn. En ik stel hen de volgende drie vragen. 1. Hoe kijk je terug op deze 5 rondes? 2. Wat hoop je dat de kijkers meenemen? En 3. Wat gebeurt er nu verder met het boek? Oké, dankjewel. In eerste plaats... heel veel dank voor alles wat ter tafel gekomen is. Dat was erg goed, erg fijn. Ook praktisch, dat was ook de bedoeling van deze middag, om heel praktisch te spreken. Dus daar zijn we heel blij mee. Als ik terugkijk op het gesprek, dan een paar dingen. 1. Je ziet het enorme verlangen aan de ene kant om offline contact te hebben. Ook voor de hulpverlening, maar ook tussen mensen, tussen studenten. Tegelijkertijd zie je ook, dat is heel prikkelend, het gebruik zeg maar, van online e-health en andere zaken. Dus er is ook aan de ene kant een soort moeheid van online in de huidige vorm, wat Max ook zegt. Aan de andere kant lonkt er een potentie dat veel beter kan. En dat wat ook Nathan zelf heeft gezegd, dat we daarmee een enorm bereik kunnen genereren. Dus we zitten met online en offline. Het oude online, daar worden we moe van, moeten we aan wennen. Het nieuwe heeft heel veel perspectief. En het offline toch weer terugbrengen, dat vergt voorlopig een vorm van sociaal engineering. Social engineering om dat toch te kunnen doen. Tweede punt, Connie zei dat ook heel mooi. We zien dat de corona-uitbraak dat laat vooral de zwakheden zien van de samenleving die er al waren in het oude common. Dus dat betekent ook al komt er een vaccin, daarmee zijn die kwetsbaarheden niet opgelost. Want je kan zeggen, ja, god, straks is dit voorbij. Ik denk niet dat het zo is. Die zwakheden zijn ontstaan in de oude situatie. En je wilt in dat opzicht niet terug naar die oude situatie. En daar komt bij, deze situatie jaagt een aantal zaken aan. Waaronder de online ontwikkeling. Tweede punt, en dat vond ik heel prikkelend. Er wordt verwezen naar die eerste situatie in de eerste maanden. Toen mensen tot van alles bereid waren, dat was hartstikke mooi. Dat zit dus in mensen om dat te doen. Je kan zeggen, mensen houden dat niet heel lang vol. Maar ik denk dat het ook het punt is wat ik heb gezien, gehoord. Dat als mensen meer de ruimte hebben om dat te kunnen doen, te mogen doen. Bij wijze van spreken onder werktijd. Dat het niet alleen on top op is. Maar dat je dat integreert in het werken en leven van mensen. Dan komt dat er weer uit. En daar zit denk ik een heel stuk van de weg naar het nieuw kon. Die solidariteit die we in principe kunnen opbrengen, maar niet steeds kunnen volhouden omdat we andere dingen moeten doen. Als je dat helemaal kunt institutionaliseren, dan denk ik dat het een stuk beter is. En een laatste punt mij opvalt is... we zullen in dat nieuwkomen inderdaad moeten denken vanuit wat vaak wordt genoemd een breder welvaartsdenken. Nu is het probleem dat heel veel zaken hebben geen waarde. In de oude economie, en daar zitten hele bekende economen op de tribune, was het eigenlijk de situatie dat zaken die van waarde zijn, die kregen een prijs. En nu is eigenlijk alleen maar wat een prijs heeft, is van waarde. En die omslag, die zal terug moeten omdat we vanuit dat breder welvaartsdenken breder moeten gaan kijken naar wat zaken opleveren. Dus dat valt mij op. En misschien dat Margriet, dat jij iets wil zeggen over hoe nu verder. En de tweede vraag, dat was... Ik zal ze, dat je ook ik dat zal, kijkers meenemen. Ja. Ik zal het antwoord op de drie vragen samenvatten. En dat is, we zijn dit project begonnen niet als een boek met eindpunt, maar als een boek en kennis als beginpunt. En we zagen heel erg vandaag dat iedereen daar eigenlijk ook in mee wil gaan. Dat iedereen ideeën heeft, iedereen kennis heeft, iedereen talenten heeft. En eigenlijk is het een oproep, dus echt maar het begin, van past dat allemaal toe op die nieuwe situatie, zodat we in gezamenlijkheid naar iets nieuws kunnen bouwen. En er werd al gerefereerd, ook door verschillende sprekers, naar een breder welvaart omschrijving.
Als we zien in de hersenen dat met name de dingen die vandaag genoemd zijn, die nodig zijn, dingen als autonomie, dingen als eerlijk behandeld worden, dingen als erbij horen, dingen als vertrouwen, dingen als zekerheid, dat dat in de hersenen eigenlijk het hardste inwerkt op beloningssystemen, dan zien we dat we de mogelijkheid hebben uit ons bestaan in samenwerking met die omgeving om met z'n allen verder te komen. En dat zijn we vandaag met z'n allen aan het doen. Ja. Als ik nog iets mag toevoegen, want je vroeg ook over hoe doen we verder met het boek en zo. Ja. In de eerste plaats, vandaag hebben we dat gemeenschappelijk veldje gecreëerd. Dit is het nieuwkomen van Tilburg, de lokaal. En we hebben dat op een nieuwkomen manier gedaan. En dat willen we graag voortzetten. Dus het is niet zo dat wij een boekenserie gaan schrijven, wel weer een nieuw boek. Maar het idee is nu om programmatisch te worden. We hebben allerlei terreinen die vandaag aan de orde kwamen, maar er zijn nog meer in het boek waarop we dat kunnen doen. Dus het gaat nu over de uitwerking. En dat kunnen we doen op de manier die we al aan het doen waren. En dat is, Loes noemde dat, de co-creatie met de maatschappij. Daar hebben we intussen een hele traditie opgebouwd, een focus op impact. Dus wij willen heel graag met de samenleving, en om te beginnen natuurlijk met onze eigen Tilburgse Midden-Brabantse samenleving, dit verder oppakken en concretiseren. Daar hoeven we niet opnieuw te beginnen, want er lopen van dat soort zaken. Maar we zouden dit perspectief, als dat inspirerend is, kunnen opnemen om dat te doen. We gaan ook zeker richting het onderwijs en studenten, want we hebben gehoord wat het ook voor studenten betekent. Ook dat moet beter worden, daar longt ook een perspectief. Misschien kunnen we het hele onderwijs gaan personaliseren. Kan je gewoon je eigen studie doen, die helemaal niet meer gebonden is aan een faculteit of een studierichting. Personalized medicine, gepersonaliseerd opleiden. Dus daar ligt ook heel veel perspectief. Dus ook met de studenten. Dus, en natuurlijk zullen we het ook landelijk en Europees met andere universiteiten bespreken. Maar dit is een doeproject. Het is een als denkproject begonnen en het zal ook weer nieuw denken in de volgende fase verrijzen, maar het zal denken en doen zijn de komende tijd. Ja, en niet alleen in Tilburg en in deze lokaal, maar ook over de grens volgens mij. Dat is wel mooi iets om mee af te sluiten, denk ik. Ook over de grenzen. Toevallig binnenkort spreek ik voor Antwerpse collega's die zeiden, wij hebben een programma hier ook met de stad, de U-turn. We moeten een ombuiging maken. Ik zei, wij hebben de nieuwkomen. Nou, dat hadden we elkaar meteen gevonden. De U-turn en de nieuwkomen. Ja. En zo zal het denk ik doorgaan. We horen veel meer van dit soort geluiden. Ja. Waarin ook universiteiten hun verantwoordelijkheid oppakken. Goed. Samen met steden. Ja, en met de belofte dat we doorgaan, kunnen we dan wat mij betreft ook afronden. Dank voor jullie initiatief en dank ook voor jullie werk achter de schermen, Ton en Margriet. Ja, Simone. Wij gaan afsluiten, want ik denk dat wij van harte gaan danken aan u allen die hierbij was. Hier niet alleen op de tribune van de Lokhal, maar ook daar waar u zich bevindt. Dank dat u de uitnodiging aannam, want we hebben het echt vanmiddag, denk ik, op verschillende manieren heel helder geformuleerd gekregen. We zijn met elkaar op zoek naar een nieuw samen, hoe dat er precies uitziet. Niemand die het precies weet, maar dat het een hele fijne, spannende weg is om in gezamenlijkheid af te leggen. Nou, 50 wetenschappers van Tilburg University hebben een waanzinnig mooie aanzet gegeven. En laten we hem gewoon oppakken, die handschoen. Ja. Dus heel graag, ja, wat mij betreft, tot ziens, Nathan. Ja, nog in de slotzoom, dat is een beetje mijn handelsmerk aan het worden, merk ik. Dit boek is natuurlijk nu iets wat iedereen heel graag wil lezen. Je kan het nu al, as we speak, reserveren en lenen in deze bibliotheek, de Lokhal. Dat is natuurlijk heel mooi dat dat zo snel ook geregeld is. Dus dat wilde ik even nog noemen. Ja. Dat kan. De mensen die hier aan tafel hebben gezeten, die hebben er ook eentje om hem nog eens goed na te lezen. En ik hoop dat daarmee het gesprek wat we vandaag hebben gevoerd alleen nog maar door kan gaan en verdiept kan worden. Hartelijk dank aan iedereen die ook hierbij was, online en offline. En heel graag tot een volgend moment. Tot een nieuwe Common. Tot ziens.